Ik wil even voor mijn snuffert halen. Hier al. Even kijken. We zitten in de studio. En ja, we beginnen eerst met de reclame. That's why cryptocurrency is so important to take back the power from the globalists who print money like brrr to devalue all the other fiat. I am watching my sodium intake, but nacho cheese are calling my name. To find the proper Satoshi per byte. What's up, baby? You want me too? Oh, see ya. We have diamond hands to the moon! That'll be 14 bits. It's just money, bro. You paying for that? I forgot my wallet. Bitcoin Cash. It's just money, bro. En de jingle. Welkom. U luistert naar Vrijheid Radio. Ja, dames en heren, jongens en meisjes, dit is weer een nieuwe aflevering van Vrijheid Radio. Leuk dat u luistert. We zitten hier gezellig in Café Libertaria met op dit moment Peter, Jan-Marc, Jurjen. Mijn naam is Johan. En wie weet komen er nog meer mensen bij, je weet maar nooit. En ja. Nou ja, afgelopen 1 mei was ik natuurlijk gezellig aan het demonstreren. Je hebt dat voor de uitzending allemaal kunnen zien. Dat was heel gezellig. Lekker weer was het ook. En ja, volgens mij is alles goed gegaan. En de komende demo is in Leeuwarden. En we hebben hier 2 Leeuwarders in de uitzending. Dus ja, dan jullie gaan ook meedoen, denk ik. Wat zeg je? Dat kan ik niet ontbreken, natuurlijk. Nee. Ga je ook... want je hebt altijd zo'n man met een gitaartje op zo'n... die zit op zo'n aanhanger. En dan zit hij soms met meerdere mensen op zo'n aanhanger te spelen. Ga je dat ook doen met je band? Nou, ik ben een beetje bandloos op dit moment. Je oude makkers weer bij elkaar halen. Ah ja, de ene is overleden, hè. Dus dat is lastig, ja. Dus ik moet nou eigenlijk gewoon, dan moet ik helemaal overnieuw beginnen in het, het is allemaal 2 jaar stilgelegen ook, het hele verhaal hier. Dus ik kan wel met een enorme geluidsbox rondlopen. Ik geloof dat Rogier die heeft er eentje. En dan, en dan kan je gewoon keihard jouw muziek Dat is ook draaien. Muzikant, hè? Ja. Alles over nadenken. Ja. En muziek wordt wel vaak gedraaid trouwens. Ja, als je meeloopt, dan... Maar laten we even de vaste dingetjes doen. Ik zie al dat de JF is er al. Hallo JF. En even kijken hoor. Ik zag ook nog iemand anders. Oké, even kijken hoor. Ik moet even naar de... Want we gaan weer egels weggeven, zoals altijd. Nou ja, jullie weten het. Het is uitroepteken Ron Paul. En even kijken, hier is de EFL-regen. Hoppakee. Typ in de Twitch-chat uitroepteken Ron Paul en dan maak je kans op 10 EFL's. En E-guldens, nou ja, als je niet weet wat het is, hierboven zie je EFL.nl staan. Daar kun je naartoe gaan en dan krijg je automatisch een wallet. Dan moet je gewoon een naampje geven. Dat naampje dat kun je dan naar mij toe sturen als je wat gewonnen hebt. Dan stort ik daar E-guldens op. En voor wie het toevallig op Facebook tegenkomt, dan moet je gaan naar twitch.com. Twitch.tv. Natuurlijk ook niet iedereen. Nee, maar je kan gewoon Twitch even googlen. Oké. Ja, je moet wel een Twitch-account hebben. Dus die moet je dan aanmaken. Dus dat is met gratis Twitch-account, daar lukt het niet mee. Nee. Kijk, ja, dat waren de mededelingen, geloof ik, hè? Maar je hebt nou trouwens nog iets, Jurjen, gevonden. Maar dat gaan we wel even tijdens de uitzending behandelen. Want jouw speurneus die er ook weer onheil, hè? Ja. Meer een toevalstreffer, maar ik vond het wel grappig, ja. Dan gaan we zo meteen ook even naar... Later meer. Ja. Eerst gaan we even naar ons vaste rubriekje. Dat is goud, zilver, bitcoins en de staatsschuldmeter. En de marijuana-index, laten we daar maar eerst even naartoe gaan. Even kijken, de marijuana-index, hartstikke idee. Hier zie je hem, die staat op 21.64. Vorige week stond hij op 24.
Ja, hier lijkt het alsof hij heel erg mooi aan het terugkrabbelen is uit een dalletje, maar we gaan even uitzoomen. En dan zie je dat het dalletje... Ja, dit is dus wat er deze week gebeurd is. Hij heeft een enorme piek gehad en een enorm dal gehad. En dan gaan we nog verder, uitzoomen. En dan zie je dat het er gewoon allemaal wat spastische bewegingen op de bodem zijn. Want we zitten daar helemaal met de marihuana-index. Dat is één grote glijbaan naar beneden. Hoe verder je uitzoomt, hoe dramatischer het wordt. Kijk, hartstikke idee. Het is alleen maar naar beneden aan het gaan. Behoorlijk gehyped ook op een gegeven moment. Hè? Ja, het gaat echt van... Er worden miljarden aan belastingen binnengehaald. Was natuurlijk ook allemaal voorspeld om het gelegaliseerd te krijgen. Dus boondoggel, een geldmachine voor de staat. Dat het kort verplicht wordt. Dat je gewoon... dat je gewoon... je moet gaan roken nu. Als je helemaal uitzoomt, echt op de helemaal, dit gaat over een aantal jaren, dan zie je dat het dat is net de koers van Ripple, zeg maar. Een hele korte bubbel dit, hè? Een enorme korte, steile bubbel dit. ja. Dus die enorme glijbaan die je net zag, dat was als je op een jaar uitzoomt, dan gaat het gewoon een rechte lijn van linksboven naar rechtsonder. Als je helemaal uitzoomt, dan zie je daar helemaal niks meer van. Dat is dit hier. Nee, het is echt verschrikkelijk. Ik denk dat we deze ook maar beter kunnen overslaan. We kunnen volgens mij beter er weer over gaan hebben als hij weer stijgt. Goed, dan gaan we naar... even kijken hoor. Dit is de... die gaan we zo meteen over hebben. We gaan even naar beginnen met de olie. Die staat op 107,77. En die gaat weer, die krabbelt weer omhoog, zie ik hier. Even kijken als we uitzoomen. Ja, dit was het weekend. Dan staat hij stil. Is niet veel gebeurd eigenlijk. Ooit ging Biden met die strategische petroleum reserves ging die loslaten. En dan dat is geloof ik eens een dipje dat je daar ziet zitten. Ja. Verder had het niet veel effect. De olie gaat op dit moment ietsje omhoog, maar als we even uitzoomen is het ook niet veel gebeurd eigenlijk. Het zat op 1888. Ja. Dan gaan we naar de Bitcoin. Ja, die staat ook al de hele week een beetje op de bodem aan het bungelen. Bodem moeten we zeggen, vanuit TA gezien. Hij staat op 38.760. Je weet nooit of dit een bodem is. Ja, hij kan er doorheen zakken. Ja, dan wordt het een resistant. Dus hij is wel ietsje naar beneden gegaan. Volgens mij stond hij vorige week op 39.000. Maar... Dus het is... Ja, ik zou zeggen, het moet effect hebben. Ook omdat aandelen eraan komt om de geldtoeveelheid te shrinken. Want je ziet aandelen ook. Hè, er zijn behoorlijk wat klappen gevallen zo hier en daar. Ja, ik zal even kijken, volgens mij is dit de S&P. Amazon ging laatst naar beneden, vandaag ging Lyft weer enorm omlaag. Dus er vallen af en toe wel klappen. En zou verwachten dat op een gegeven moment moeten mensen gewoon, hebben ze geld nodig en moeten ze wat verkopen. Ja. Maar ja, het verhaal is natuurlijk ook dat op een gegeven moment dan gaat de Federal Reserve weer zeggen van oh mijn god. Dit is een noodsituatie. Dit is heel exceptioneel. We moeten toch weer gaan stimuleren. De dollar die is wel flink omhoog gegaan ten opzichte van andere fiat geld. Hè? Ja. Zo, hij stond op 95 cent. Waar staat hij nu op, die dollar? 1,55. Ja. Nou ja, het is omgekeerd dan. 1,55 voor 1 euro. Ik heb hier nog de US dollar index, de DXY. En die is inderdaad, die staat nog steeds op 103 vorige week ook. Dus is meestal voornamelijk de euro, maar ook dan de yen en nog wat andere currencies. Wat idioot. Als ik dus, want ik heb... je moet andersom denken. Want ik zie inderdaad, ik druk in Amerikaanse dollars gelijk aan 95 eurocent. Maar dit is andersom natuurlijk. Maar de DXY die staat al een weekje op 103. Volgens mij is dat de resistance waar ze niet doorheen kunnen of zo. Maar
Dat is niet zo gunstig voor Bitcoin, toch? Ja, als het op een gegeven moment. Nee, meestal is het inderdaad. Als je het verleden kijkt, als de dollar onderuit gaat, dan gaat het goed met Bitcoin. Dus wat dat betreft is het wel wonderbaarlijk dat die dollar zo omhoog raket. Dat Bitcoin er redelijk goed blijft liggen nog. Ja, ja, ja. En goud. Nou ja, dat komt natuurlijk omdat. Ja, neemt al voor 5 jaar dan. Ja, men verwacht gewoon dat het uiteindelijk weer. Dat die geldpers weer aangaan. Maar als je nu kijkt. Bedoel, in Nederland krijgen we steeds heb je nog steeds negatieve rente. Als je te veel geld bij ABN AMRO hebt staan bijvoorbeeld. Dan moet je gewoon, wordt rente in rekening gebracht. Mm-hmm. In Amerika is de 10-jaars rente nou bijna 3%. Nou, is natuurlijk is de inflatie daar nog veel hoger. Maar ja, die inflatie is hier ook zo hoog. Denk ik. Want we kopen toch allemaal alles uit China. Dus ik verwacht dat. Misschien zal het hier nog wel hoger zijn. Omdat de euro zwakker is. Dus dan is het een beetje, ja, of je nou, dan maak je best wel veel verlies, zeg maar, als je in een euro zit. Je hebt negatieve rente en je euro daalt en je inflatie is hoger. Ja. Niet zo gunstig voor de euro. Mm-hmm. Overigens zegt JF, het klinkt heel wat, omdat het woord strategie erbij zit, maar zoveel olie is het niet. Het gaat nog over wat je zei over de olie. Ja, strategische petroleumreserves, ja. Sla je in feite geen deuk mee in een pakje boter de wereldmarkt. Nee, goed ja, dan gaan we even naar de berichten toe. Maar zullen we maar gewoon eerst iedereen uit de spanning halen, Jurien? Wil je gewoon maar meteen vertellen wat je allemaal op het spoor was gekomen? Ja, nou, ik was een docu op ABC aan het zien. Het is de Australische Broadcasting Corporation. En dat ging over corruptie met COVID onder andere. En toen hadden ze het ook over iets wat er in Sri Lanka speelde met een ziekenhuis waarvan allemaal Australisch geld was verdwenen. En opeens noemden ze het Nederlands bedrijf. IN Erik Nico Projects. Oké. Okay. En dat Nederlandse bedrijf zit in Rotterdam. Oh ja. Stad van Hugo de Jong. En die gast, de grote baas van het bedrijf, dat is een Len de Jong. Mm-hmm. En die is nogal invloedrijk. Die man die zit ook in het. Ze hebben op een moment hebben ze topsectoren benoemd. Mm-hmm. En dit is dan de topsector zorg. Daar is hij. Dus hij heeft een soort van dubbelrol. En hij is de CEO van het bedrijf. Dat werd genoemd in die documentaire. Waarvan de Sunday Times van Sri Lanka ook zegt dat via hun Rabo-rekening. Nummer er ook geld bij, een flow aan van dat geld is gegaan. Mm-hmm. Is die man dus ook nog iemand die een hele coördinerende rol heeft met dat, met de topsector zorg. Mm-hmm. Ja. Conflict of interest? Eigenlijk wel een beetje. Hè? Eigenlijk als je, ja. Eigenlijk moet je zo weinig mogelijk een dubbele pet op hebben. Mm-hmm. Maar hij is met Hugo de Jonge iets in China in 2019. En je ziet hem met Rutte is hij geweest. Ja, ik deel nu op dit ook moment. Ook met Siewert ook nog? Siewert, er is een artikel waar zijn naam in voorkomt en die van Siewert van de Volkskrant. Mm-hmm. Alleen dat zit achter een paywall. En de Volkskrant is niet helemaal iets, of is niet helemaal mijn zuil, laat ik het zo zeggen. Hè? Dus ik ben niet echt bereid om daarvoor te betalen. Maar als er iemand een betaald abonnementje heeft bij de Volkskrant, dan wil ik heel graag weten wat er in dat artikel staat. Oké, okay, nou. Waar kunnen ze jou bereiken? ik denk gewoon via Vrijheid Radio. Ja. Oké, ja, goed. In dat geval, Johan, apenstaartje vrijheidradio.com. Ja. Ja, goed joh.
Maar had je nog meer dingen, leuke wettige zwaardigheden over dit schandaaltje? De Sri Lanka. De Sri Lankaanse Sunday Times zit op Facebook en ik weet, want ik heb even met die journalisten gesproken, dat er zondag weer een artikel uitkomt. Wat erin staat, dat weet ik nog niet. Okay. Maar ga de Sunday Times van Sri Lanka volgen op Facebook. Ik hoorde over Sri Lanka dat de president opeens had besloten om niet kunstmatige, kunstmestachtige of massaproductie landbouw over te gaan. Organische landbouw, zodat het nogal tot voedselproblemen geleid heeft. Dat is inderdaad een hele dwars, of een hele, ja, hoe moet ik het zeggen, domme beslissing. Een beetje een groenlinksige beslissing. Het is wel zo dat hier in de West-Europese pers, toen hij begon aan zijn presidentschap, heeft hij de belasting enorm verlaagd. En veel pers probeert dat te wijzen als de oorzaak van de problemen. Als je de belastingen op een populistische manier verlaagt, dan krijg je crisis. Maar ja, natuurlijk hebben ze het nooit over de uitgaven, over lenen van China. Hebben ze het inderdaad nog wel over die kunstmest. Die ze op enig moment hebben verboden om dat te importeren. Maar er worden ook een hele hoop dingen niet genoemd. Dat is duidelijk. Het moet wel in het straatje van de, van de mainstream media passen. Anders dan zeggen ze het niet. Ja, dan is het nog verbazingwekkend dat van die organische landbouw erdoor is gekomen. Dat is ook niet zoiets. Ja. Mm-hmm. Ja. Ja, ze moet ik wel een verklaring geven waarom het opeens een zootje is. Inderdaad. Ja. Ik vond het wel apart. Hadden jullie dat gezien met. Was op Buitenhof, notabene staatstelevisie. Was iemand van de rekenkamer. Mm-hmm. Die. Vertelde dat 70% van de belasting te traceren of het wel uitgegeven waar het voor bedoeld was. 70%, en dat was op de staatstelevisie. Dat nogal wat. Ja, eens in de zoveel tijd, dan doen ze dat wel eens, ja. Ja. Ja, Buitenhof kijkt toch niemand na. Dus de... ik denk dat ze erop vertrouwen inderdaad dat als rekenkamer genoemd wordt, dat iedereen dan in slaap valt. Dus. Ja. Ik denk dat ze daar gewoon helemaal op gokken. En terecht. Ja, ik vond het nogal wat. Het ging om 210 miljard, geloof ik. Ja. Ja, de EU heeft er ook op tijden geen begroting kunnen inleveren of zo. Het is een beetje standaard bij dat soort instanties, geloof ik. Ah, die Hugo de Jonge, die was al in zijn eentje was 5 miljard kwijt, toch? Ben ik nog daar mondkapjes van gekocht of zo? En schoenen. Ik ben wel eens een tientje kwijt, dan weet ik niet waar die ligt en zo. Maar 5 miljard is kwijt zijn, hè? Hey. Ja, even zeg nog wat in de chat. We hebben nu wel te maken met een groot kunstmest tekort. Misschien heeft hij er gewoon een draai aan gegeven. Kon je meer betalen die kunstmest? Dus we gaan het zonder kunstmest doen. Maar we gaan even naar de berichten toe. Het eerste bericht is, even kijken hier ook. Oh, ik moet niezen. Wacht even hoor. Oh, je hebt corona, ik zie het al. Kriebel in mijn neus. Even kijken hoor, overbelast stroomnet raakt bedrijven en woningbouw. Ja, zegt de NOS. Die kwam van jou toch, Peter? Ik zit even weg te dromen. ja, dat was wel mooi omdat daar zo'n uitspraak bij stond. Daar hebben ze zo'n project gedaan. Om heel erg energiezuinig te zijn. En er stond erbij in dat artikel. Even kijken of ik het nog kan vinden hier. Dat is dan wel sneu. Ergens stond het halverwege.
Leander is er blij mee. Maar dus ze hebben een probleem met al die elektrische dingen. Dat er nu al bedrijven zijn. Die kunnen gewoon niet genoeg stroom krijgen. Om op volle capaciteit te draaien. Dus dat is wel raar. Ze kunnen gewoon niet aan de energiebehoeften voorzien. En dan ja, lekker doorgaan met die elektrificatie. Want dat is eigenlijk duurzaamheid. Is eigenlijk alles elektrisch maken. En centraal energie opwekken. En staat hier. Leander is er blij mee. Maar het lost lang niet alle problemen op. Dus nou is er een politicus die zegt. Nou, wij gaan prioriteiten stellen. En wij hebben geadviseerd dat woningbouw en werkgelegenheid voorgaan. Zei de gedeputeerde Sietske Poepjes. Als je zo'n naam hebt, dan moet je wel bij de overheid terechtkomen, denk ik ook. Maar Leander is daar blij mee met de prioriteiten stellen, maar lost lang niet alle problemen op. Prioritering zorgt natuurlijk niet voor de versnelling van de uitbreiding, maar wij denken wel dat het verstandig is vanuit politiek keuzes te maken, zodat maatschappelijke ambities niet onder druk komen te staan, zegt Daan Schut, Chief Transition Officer van Leander. Totdat die keuzes gemaakt zijn, overweegt Royal Smail de Bakery niet bepaalde milieuvriendelijke maatregelen die de stroomtoevoer van het bedrijf veilig moet stellen. Een oplossing kan zijn dat we de piekmomenten compenseren met een dieselgenerator. Maar dat gaat natuurlijk tegen je gevoel in. We hebben hier een energie-neutraal kantoor, een gasloos gebouw, 800 zonnepanelen op het dak. En dan staat er een dieselgenerator te draaien. Dat is natuurlijk altijd mooi voor de photo opportunities, dit soort dingen. Net zoals die voorstelling van een Inconvenient Truth in Utrecht, dat die ook met een dieselgenerator werd, de projector werd, van energie werd voorzien. Dat is altijd mooi. Ja, 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 ik heb het idee dat die hele energiewereld, daar zitten allemaal mensen bij die gewoon vol ambitie zitten en mooie ideeën, maar die gewoon helemaal niet kunnen rekenen. Die gewoon denken van, nou ja, als wij wat beslissen, dan maken we een wet. En dan, als wij zeggen gewoon geen benzineauto's meer vanaf 2030, nou, dan gebeurt dat gewoon. En dan komt er wel een vliegende auto of zo. Of, ja. Dat is... Ik zag een keer een ingenieur bij Weltschmerz. En dat ging over dat je hebt van die energie die je gewoon met windmolens of zo, of als dat van zon afhankelijk is, ja, dan kun je op een bepaald moment veel energie hebben, maar dat kun je dan niet kwijt. Dat is dan, ja, dat, en je kunt die opslaan, je hebt geen accu's, dus dat is gewoon weg. En dus je kunt niet te veel van dat soort energie hebben. Er mag maar een paar procent zijn. Maar nou zei hij van ja, in Duitsland worden zo verschrikkelijk veel windmolens gebouwd. Dat die lossen dan het probleem op door dan die overtollige energie dan aan Nederland door te verkopen of aan Denemarken. Als wij dan ook gaan windmolens bouwen, ja, dan kan Duitsland eigenlijk die energie al niet kwijt. En uiteindelijk kan niemand meer aan elkaar die overtollige energie kwijt, omdat iedereen zijn hele land vol aan het jakkeren is met windmolens, snap je? Plus dat als er geen wind is, dan zit ook iedereen met een probleem gelijk. Als er geen wind is, dan moet je gaan stoken. En dan moet je dus, maar het is dus ook een je kunt niet zeggen van we gaan 100% op windmolens, je kan alleen maar een paar procent doen. Maar in Oost-Europa daar hebben ze nog, dus wemelt het nog van die oude, stuwdam uit de Sovjet-tijd en zo. Sommige die zijn helemaal die worden niet eens meer gebruikt, maar ze kopen zo'n ding, lappen weer op en verkoopt die stroom aan de rest van Europa. Vooral ja, goed, als het geen wind is, weet je wel. Ja, maar die engineer die klaagde erover, maar die had het dan nog over, die suggereerde dat er wat onnozelheid was bij de overheid. Want van ja, we hebben er gewoon geen verstand van, maar daar gaat het natuurlijk helemaal niet om. Zij hebben gewoon mensen die gewoon windmolens willen bouwen, want die kunnen daar iets aan verdienen. Dus die windmolens die moeten er komen, of ze nou, weet je wat dan ook. Het zit toch al lang niet meer populair meer bij het volk? Nee, maar ja, en ja, biomassa-centrales is ook niet meer. Zelfs de milieuactivisten worden nu wakker en die zeggen, hou op met dat bossen kappen, want overal worden die bossen maar gekapt. Dus als die milieubeweging, die keert zich nu tegen, of tenminste, nou niet de beweging zelf, maar de mensen die er lid van zijn, zeg maar, de links op de straat, zeg, begint nou wakker te worden. Als ze financieel afhankelijk zijn. Ja. Goed, ja, dus ik denk van ja, op een gegeven moment kom men toch weer bij kerncentrales uit, denk ik. Het gaat gewoon om wie er wat aan kan verdienen. Dat is natuurlijk wat wel het punt. Ja. Het hele raar is dat nou natuurlijk, nou, ze willen ze
geloof ik, vanaf binnen een jaar willen ze van de Russische olie en gas af. Of binnen een paar maanden al. Dat las ik nou. Vandaag is er weer een voorstel uitgekomen. Ja, het is totaal onrealistisch. Het wordt ook weer zo van, nou, we hebben een politiek doel. En zorg maar dat het in orde komt. De markt die lost het wel op een of andere manier op. Je ziet het overal kraken. Nou, het diesel komt. De dieselprijs die kruipt gewoon helemaal naar de benzine toe. Dus er zit een behoorlijk tekort. Mm-hmm. En gas is een probleem. En zoek het maar uit. En het rare is ook met dat gas. Dan zeggen ze, ja, we moeten geen gas meer kopen uit Rusland. Vanwege Oekraïne. Maar in Oekraïne hebben ze gas vanuit Rusland. En Amerika heeft olie uit Rusland. Maar ik denk dat ze dat hele gedoe met Poetin, dat ze dat heerlijk vinden. Want dus die Ollegren, die is al 10 jaar. Die van... ja, we moeten allemaal windmolens en biomassa-centrales, want je zou toch niet willen dat je afhankelijk bent van gas van Poetin. En nu na 10 jaar kunnen ze dan zeggen, ja, zie je nou, dan roepen we al 10 jaar. Dus het is heerlijk dat ze dan, terwijl we kunnen nog steeds gas van Poetin komen als zij niet zo eigenwijs zijn en vervelend. Maar er was vandaag op het nieuws dat het allemaal verboden moest worden, hè, vanuit de Europese Unie. Ja, die bedoelde ik. Dus er komt alles binnen een omweg, via een omweg. Ze verkopen het aan India. Ze verkopen het aan India. Ja, nee, maar ze verkopen ruwe olie aan India. India maakt er plastic van. Nou, die hebben een plastic industrie al. En van de rest maken ze gewoon benzine. koop je gewoon benzine uit India. Ja. En dat is bij Oekraïne ook aan de gang. Want Oekraïne die wilde dus geen gas kopen uit Rusland. Maar ze voeren wel gas door vanuit Rusland naar Europa toe. En dat gas, dat kopen ze dan terug vanuit Europa. Dus het Russische gas gaat eerst naar Europa toe. En dan kopen ze het vanuit Europa, kopen ze dat gas terug. Dat is dan niet meer Russisch, want het is in Europa geweest. En dan betalen ze daar ook nog een premie over, geloof ik. Dus je betaalt te veel voor een of ander virtue signaling verhaal. Waar niemand iets mee opschiet eigenlijk. Je mag wel Oekraïns gas kopen. Dan komen ze uit Rusland. Ja, inderdaad. In plaats van kut auto's. Zetten zij er een puntje op? Ja. Een markertje. Maar in plaats van kut auto's middleman is het gewoon voegen middleman toe. Ja. Maar dat is altijd zo met die boycott. Want ik weet dat bijvoorbeeld Noorse vis die mocht niet meer naar. Wat was het? Naar Rusland toe ook, geloof ik. En toen ging er opeens heel veel Noorse vis naar Wit-Rusland. Die zalm. Ja, dat weet maar die middleman, die kan natuurlijk de EU of Biden of zo, of Amerika, die kan natuurlijk zo'n middleman er ook neerzetten. Mm-hmm. Nou, ik denk dat er heel veel aan de schrijfstokken blijven hangen. Bij die middleman, daar valt gewoon heel veel te sjoemelen, denk ik. Ja. Dus dat is ideaal. Wat ik, en trouwens, als die middleman moeilijk doet, dan is hij snel weg, denk ik. Ik bedoel, als de NAVO wil dat die middleman er niet meer is, of Amerika of de EU, dan krijg je een andere middleman, toch? Ja, het lekt altijd, het gaat altijd al, en het is natuurlijk, ik geloof dat Nederlandse tomaten, die gingen dan ook via Turkije naar Rusland toe weer, en ja, ze worden alleen wat duurder in Rusland, en er zit iemand in Turkije geld aan te verdienen, en ja, die zit er gewoon. Ik denk dat Jurjen weet wel hoe het zit, toch? Nou ja, je hebt in Amerika, die wil LNG kwijt, hè? Dat doen ze daar een hoop. En dus Biden gaat heel streng, hè? Die wil dat Europa zich absoluut aan die sancties houdt. En als het een keer misgaat, dan wordt een dollarrekening geblokkeerd. Hè? Want dat kunnen ze natuurlijk ook, dat loopt allemaal via Amerika. Dus Amerika is wat dat betreft wel vrij machtig. En ik denk sowieso dat er meer liquid natural gas gaat worden geïmporteerd. Komt ook allemaal bij Hugo in Rotterdam aan. Maar ja. Dat is ook niet genoeg. Daar red je het ook niet mee. Nee, zeker. Ze blijven ook gewoon importeren uit Rusland. Hoe is het ook alweer met de soep wordt niet zo heet opgediend als die nee niet zo hard gegeten opgediend. Als die wordt opgediend. Weet je wat een mooie graadmeter is? Een mooie graadmeter is de Zuidas, hè? Zolang op de Zuidas de Russische oligarchen en de de shady shell companies uit Oekraïne nog in vrede met elkaar in één gebouw een brievenbus kunnen hebben, is er gewoon nog niks aan de hand.
Toch? Ja, dat soort dingen. Maar er is trouwens ook nog een enorm gasveld bij Cyprus daar in de buurt. Hè? En, okay. Ja, Libanon, Cyprus en Israël zitten daar een beetje om te vechten. Maar dat, ja, dat moet je ook nog weer een pijplijn gaan aanleggen. Mm-hmm. Dat zou ook nog, ik geloof dat er eind van het jaar komt er, geloof ik, gaat er een gaspijplijn naar Noorwegen open. Ik heb het idee dat ze daar een beetje op rekenen om van het Russische gas af te gaan. Maar ja, het is allemaal van die onzin. Ik heb zelfs gehoord dat Poetin er eigenlijk aan verdient aan deze boycott. Want wat er gebeurd is, dat die gasprijzen en die olieprijzen die gaan enorm omhoog door die boycott en door die conflicten en zo. Ja. En hij, zelfs als hij met 30% korting verkoopt aan China en India, heeft hij nog meer dan hij er eerst op binnenhaalde. Ja, er komt nog een hele lap tekst binnen van JF. We kunnen het ook homeopathisch oplossen. We kopen Russisch gas, maar we doen er een vleugje Gronings gas bij, noemen we het allemaal Nederland. Ja, dat is ook een hele mooie. Even eroverheen pissen. Ja, dat hangt vanaf van, want die gassen zijn allemaal verschillend, hè. Dus je kan niet zomaar dat bij elkaar gooien, dat kan zijn niet zomaar te kunnen, geloof ik. Nee, het Russisch gas is geloof ik hoog energetisch en het Gronings wat lager. Dus je kan het niet gewoon je moet er wat bijmengen, stikstof bijmengen of zo. Nou ja, dat is ook weer homeopathisch dan, hè. Stikstof. Puur begrip. Maar goed, ja, we hadden hier nog een berichtje over een Schiphol topman. Even kijken, wacht even hier, hartstikke idee. Een Schiphol topman zegt sorry voor de chaos. Voorziet problematische zomer. Ik hoor allemaal geluiden. Ja, er zit iemand geluiden te maken. Ik denk Jurien, die is dat. Maar, ik zal even geluid uit. Maar, als je Lucas niet hebt met zijn ram op zijn toetsenbord, dan... Lucas zou er ook bij komen, zei hij. Vanuit de auto zou die... kan hij in ieder geval niet op zijn toetsenbord. Ja, hè? Misschien kan hij trouwens rijden. Ik denk dat hij nog in de file zit, dat hij wat later is. Maar ik dacht dat hij juist vanuit de auto wel... goed. Ja, maar hij zit nu nog onder werktijd, zeg maar. Maar dit berichtje valt in het... In het rubriekje, wat is vakantie toch erg? Dat moet je niet willen. Nee. Dat hebben we wel eens meer zo'n rubriekje erover. En dit is, hij zegt, sorry voor de chaos. Want dan zie je enorme mensen puffen in een lijn. En die staan te tobben van, oh mijn god, wat een drama. Dit vliegen, ik sta al uren in de rij. En vliegtuig gemist en vertraging enzovoort. Je ziet dan meteen dat Schiphol is nou toch wel 15% een staatsbedrijf. Ja. Ja, ziet het meteen, hè, de chaos. Je ziet ook, er zit ook iemand van KLM in het OMT. Okay, of in een van die... Wat heb je nog meer dan het OMT? Nee, wat heb je nog iets meer? Crisis. Nou, de veiligheids... Okay. Ja, de lijntjes die zitten... in ieder geval in een van die... Er gaan heel wat lijntjes heen en weer. Dus, de staat zit er al een beetje in, laat ik zo zeggen. Maar Peter zat in een verhaal. Maak ik verhaal. Nou, ik wilde even zeggen. En hij voorziet een problematische zomer. Dus hij zegt eigenlijk ook van. Oh mensen, ga alsjeblieft niet weg deze zomer. Er staat je een drama te wachten. Met dat is dan de Schiphol directeur. En het valt in het thema. Dat ze je uit de vliegvakantie willen krijgen. Volgens mij. Het wordt steeds met een negatief iets. Wordt het geassocieerd vakantie. Het is niet van. Lekker op vakantie, een andere cultuur, een lekker restaurantje en een wijntje erbij. En op het strand zitten of door een oude stad slenteren. Nee, lange rijen bij Schiphol en drama's en problematisch. Wat is er nou voor PR? Je bent toch een bedrijf? Je wilt toch mensen dan kun je dus eigenlijk al zien dat het geen echt bedrijf is. Want, ja. Als jij gewoon een bouwmarkt hebt, dan ga je niet de kranten opzoeken van... het was weer drama deze zaterdag. verschrikkelijk gewoon. Ga maar online iets kopen, want het is echt... Ja, maar daarom zeg ik al van, het is wel voor 50% een staatsbedrijf. Ja, kijk, de overheid is zo van... Gaat de oud-politicus naar KLM toe of zo, die wordt de directeur. Kijk, de overheid is zoiets van, ja, mensen, rot alsjeblieft op. Ik weet dat jullie onze klant willen zijn, maar krijg de tyfus. Dat is de overheid. Ja, ja, en dat zie je nu al een beetje, hè, hier. Schiphol is toch gemeente Amsterdam voor een groot deel eigendom, dacht ik.
Ik zie die vent ook. Nee, Frankrijk. Ze hebben aandelen. KLM, ja, natuurlijk. Ja. Schiphol is volgens mij voor een groot deel van gemeente Amsterdam. Ja, die zijn dan 51% hebben, net als bij de Arena. Dus de Arena is ook 51% gemeente Amsterdam, ja. Maar het kan natuurlijk ook zijn dat de pers die vindt dit mooi. Hè? Als er ergens wat negatiefs over is, dan gaan ze daar naartoe. En dan zeggen ze tegen zo'n Schipholman, ja, wat vindt u daar nou van? En dan moet hij natuurlijk wel zorgen, oh sorry. En ja, het kan nogal meer problemen geven in de zomer ook. En ja, dan hebben ze een verhaaltje. Dus de pers selecteert eigenlijk wanneer ze... ze kunnen ook ernaartoe gaan en zeggen, nou begint het na de COVID-epidemie weer wat op te pikken, het vliegverkeer, meneer de directeur. Ja, mensen komen weer terug en het begint weer en zo. Ja, dat is nog een positief verhaal, maar daar zitten ze niet op te wachten. Als je nou zou zeggen van, ik wil er 8 landingsbanen bij, ja. Anders voorziet hij een problematische zomer. Het zal voornamelijk met dat beveiligingspersoneel te maken hebben, met die boa's die je daar in je kruis staat. Ah, en hij wil ook alleen maar het nieuwe personeel wat moet komen, moet geïnjecteerd zijn, hè? Ja? Ja. Hij gaat geen ongeïnjecteerd vliegtuigpersoneel meer aannemen. Ja, dan kan het natuurlijk wel even duren voordat je weer van die rij af bent. Het is al best wel moeilijk om aan personeel te komen nu. Hè? Dus, ja, en dan ga je dit nog doen ook. Dan gaat het Oekraïne personeel en Noord-Afrika. Ja, die zijn nog minder gevaccineerd, toch? Oh ja, verrek, ja. Die hebben allemaal een bewijs, allemaal een papiertje. Ah, maar die hoeven dat weer niet, toch? Er is weer een uitzondering voor. Ja, die zijn al zo zielig. Er was toch ook zo'n prachtig bericht van... dat was een krantenbericht dat... Is het misschien een probleem dat als er Oekraïners worden opgevangen in de Bible Belt? In de Bible Belt zijn ze ongevaccineerd en dan, dat is dan dubbel op of zo. Dat is, nou ja, goed. Weer een heel mooi krantenbericht. Oh ja, een tweet erbij. In de rij voor de security vanmiddag op Schiphol. #, fijne vakantie. En dan zie je een enorme massa mensen. Dus het is gewoon vakantie vreselijk. Dat moet je gewoon blijven onthouden. Mm-hmm. En ik denk zelfs dat werkt als je het door hebt. Dat je er toch een gevoel van krijgt. Nou, zit het op zo'n gevoel van, oh Schiphol man, dat moet je niet weten. Dat is een grote ellende. Mm-hmm. Nou, dan gaat iedereen naar Wezen en naar Eindhoven. Oh, dat had ik wel toen met dat eerste zomer met die COVID-zomer. Had ik in Tsjechië. Dat was heel rustig op een camping. Ja, dat is zo rustig. Maar toen kwamen er verhalen van mensen die we later kwamen. Die zeiden van dat ze voor een staakcaravan in Gelderland moesten ze €1850 in de week betalen. En dan stond je op een camping. Jezus. Goeie genade, man. En, dat was toen de lockdown weer voorbij was, zeg maar. Nou, Mark Rutte had gezegd van... ga niet naar oranje landen of gele landen of rode landen. Dat was het officieel dan ook zo. Want dan moest je 2 weken in quarantaine... als je uit zo'n rood of oranje land kwam of weet ik veel. Okay. Of je mocht niet eens door Duitsland heen rijden, weet ik veel. Ik hou me toch nergens aan. Maar... kijk, weet je wat het is? Je hoeft maar 1 iemand in zo'n gezin te hebben van moeders of zo. Die zegt van, jij weet toch wat Rutte heeft gezegd? Nou, dan gaat het hele gezin niet. Dan krijg je al heel snel dat heel Nederland dan vol is. Snap je? En als je een PCR-test moet doen dan, en je moet met een gezin op reis. En er is er eentje die heeft een snotneus. Dan kan je ook thuis blijven. Dat is ook het risico van zo'n vliegvakantie natuurlijk. Ja. Ook 4 tickets en dan test er 1 positief. En dan, Ja, maar ik ken ook allemaal van die meisjes van 13 en zo. En die vriendinnen van mijn dochter en zo. Nou, zijn inmiddels al vrouwen weer. Maar die waren ook allemaal gevaccineerd. Maar die gingen dan ook allemaal vliegen of schinnen op wintersport. Dat kan me zo voorstellen als zo'n compliant gezin. Hoeft dan, als er dan 1 puber is, zeg ja, ik wil niet op. Ik zet die spuiten niet in hoor. Dan kan het hele setje kan niet op wintersport. Of diegene moet achterblijven. Die moeten dan in een opvanghuis. Bij honden doe je dat toch ook? Dan heb je toch die hondenhotels. Maar die blijven gewoon thuis. Ik bedoel, de plantjes water geven. Ja, precies. Dan hoef de buurvrouw het niet te doen.
Ja, die zwichten allemaal natuurlijk, maar ja. Ja. Ja, de groepsdruk is enorm groot en dat heb ik wel gehoord van mensen. Die, ik vond het wel het mooiste, was er eentje, die was dan driedubbel geïnjecteerd en geboosterd. En die, maar die moest dan nog steeds van haar moeder moest nog steeds testen doen. En bij die testen, die slaan de hele tijd uit. En dan had die meid die had dan weer COVID. Mm-hmm. En die werd dan weer 2 weken op haar kamer opgesloten, joh. Ja, dat is gewoon het officiële overheidsadvies, hè? Dat je die kinderen die worden En dan, dan konden ze nog net een pannenkoek onder de deur doorschuiven, weet je wel, of zo, weet je wel. Dat ze niet ging voor. Maar ja. Kijk, vroeger gebeurde dat ook wel, maar dat soort mensen die dat deden, die noemden wij dan Mark de Troe, weet je wel. Ja. En, maar nu is dat gewoon heel normaal, hè? Nu is dat een deugd, hè, hoor. Nu ben je een held als je Nee, maar wat je zei toen, je had over die staakcaravans, die €1800 voor een staakcaravanplek in de week of zo. Bij Gelderland, €1850. Ja, maar toen ik ging, maar dat was dat tijdens de lockdown. En toen ben ik op vakantie gegaan en dat was, kon je voor €50 in een paleis slapen, weet je wel. En dan had je daar nog 3-gangen-menu erbij inbegrepen. En welk land? Limburg. Gewoon Limburg. Oh, want, ik ben ook naar Limburg en naar Nijmegen ben ik ook nog gegaan. Rutte zei, je moet in eigen land op vakantie. Dus, ja, maar dat was dit, ik was toen meteen met die lockdown. Dat was toen dat allemaal inging met de avondklok en restaurants. Oh, ja. Officieel waren de hotels al dicht toen? Of iets? Nee, de hotels zijn altijd open geweest. Oh, oké. Okay. Maar niemand ging me naar een hotel toe, want men dacht, het is ook wel dicht. Zei, ja, weet ik veel. Maar die zaten op de rand van de afgrond en die waren hartstikke blij dat er iemand binnenkwam. Oh. Kon je gewoon in een kasteel slapen waar al die wereldleiders hebben geslapen. Gewoon voor €50, waar je normaal €500 betaalt per nacht, weet je wel. Bilderberg. Ja. Dan kreeg je gewoon 3-gangen-menu en zo. Ik heb het in Chili ook wel eens gehad. Daar ook zo'n 5-sterren hotel, geloof ik. Mm-hmm. Ik weet niet of het 5-sterren hotel was, maar het was een dik luxe hotel, zeg maar boven mijn gebruikelijke niveau. Maar ja, er waren enorm veel rellen daar altijd. En banken die waren helemaal dicht gespijkerd met al rolluiken. En liepen allemaal rellers door de straat heen. En dan, er komen niet veel toeristen. Dan gaat de prijs wel omlaag. Je heeft toch nog een wappiepension. Die heb ik inderdaad ook al leren kennen. Dus ik heb inderdaad ook wel vrienden gemaakt. Dus, we hadden een heel leuk hotelletje gevonden op een gegeven moment in Valkenburg was dat. Maar die helaas, hij schijnt failliet te zijn. We kunnen hem niet meer vinden. Dus die hebben het waarschijnlijk niet overleefd. Maar dat was van een leuke wappiehotel. Dus ze kwamen daar binnen en dan kom je daar in. Dan zie je, dan zie je dat niemand heeft daar een mondkap op en zo. Ik denk, hey. Dan zitten we daar lekker te eten met z'n allen, niemand mondkap op. En dan komt er nieuwe klanten binnen, allemaal mondkap en alles. En die zie je echt zo kijken. En dan zie je voorzichtig het ding naar de kin gaan. Ja, en de ook, volgende dag hebben ze ook helemaal niks meer op. Dat is bij mij op het werk ook. Dus officieel is daar gewoon een mondkapbeleid. Dat je een mondkapje moet dragen als je over de gang loopt. Maar op een gegeven moment begonnen mensen zich daar niet meer aan te houden. En het is nooit afgeschaft. Het is nooit gekomen van daar stoppen we ermee. Mm-hmm. Maar nu zie je niemand meer met een mondkapje lopen. Ja. Omdat er ook de sociale druk op. Het voelt gewoon heel ongemakkelijk. Als er niemand met een mondkapje loopt. En jij bent als enige die met een mondkapje loopt. Ik probeer ook dat soort mensen een heel naar kutgevoel te geven. Maar dan zie ik ze. Dat is jouw bijdrage aan het geheel. Ja, maar dan ga ik ze heel lang aanstaren. En dan zie ik die ogen dan ook groter worden bij dat mondkapje. Ja. Ik ga, want ik denk al dat het een beetje. Ja, denk dat dat werkt, ja. Ja, want het zijn natuurlijk half psychiatrische patiënten natuurlijk. En ze zijn misschien ook een beetje paranoïde, want anders doe je het niet. Ja. En als ik ze nou heel erg aan ga staren, weet je wel, dan zie ik ze ook heel bang terugkijken, weet je wel. En dan geniet ik van gewoon. Wat is er dan met u aan de hand? Het is dan voor die 2 jaar ellende die ik gehad heb, is dat nog een klein beetje lol wat ik terugkrijg, zeg maar. Jerry, moet ik het beeld even aanzetten? Doe maar.
Oh, dat wordt even een gedoe. Nou, ik zal even zeggen, jullie hebben even een mondkapje opgedaan. Dat maar niet, want dan crasht het gelijk weer allemaal natuurlijk. Dus weet je wat ik ook zo idioot vind? In die winkels is alles afgeschaft, hè? Iedereen loopt met je mee en om je heen. En het maakt allemaal niet meer uit. En je staat naast elkaar. Anderhalve meter ook niet meer, officieel. Nee, alles is weg. Maar wat blijft, is dat plastic, dat plexiglas... Ja. Ding. Daar hebben ze geld voor uitgegeven en dat zal er blijven hangen ook. Veel te groot. Ja. En, nee, maar dan is het alleen maar op het moment dat je dan aftikt, weet je wel. Iemand die loopt met je mee voor, weet ik veel, hebben jullie ook een accu-schroefboormachine? Ja, loopt die mee en dan loopt die terug en dan betaal je. En dan is er dat plexiglas ding. Weet je wel, van geld erbij. Ja. Ik weet niet. Maar toen zei ik van... ik zei dit laatste stukje veiligheidstheater, dat blijft dus. En zei die cashière... Ja, je kunt nooit weten. Hè? Ja. Waarschijnlijk beschermt het ook tegen roofovervallers. Maar misschien zegt ze... Je kunt nooit weten of het blijft. Het is voor mij ook een verrassing. Misschien is morgen weg. Ja, ik heb het idee... Al die andere dingen, dan moeten ze spray aanschaffen en doekjes neerleggen om je winkelwagentje schoon te maken. Dat is gewoon cashflow out gewoon. Dus als het niet meer hoeft, dan hou je daar gelijk mee op. Ja. Maar als je eenmaal die plastic dingen hebt neergehangen, ja, dan moet je die weer gaan weggooien. Moeten ze over een maand weer terug, dan heb je ze niet meer. In september is er weer, moet die weer hangen? Ja. Hey, ik denk, nou, misschien is dat wel. Misschien moet er eerst één normaal jaar komen. Dat mensen denken, oké, nou... Het is voorbij. Dat nu is, heeft iedereen zoiets nog in zijn achterhoofd. Ja, die spoedwet is verlengd. En misschien in de herfst gaan ze weer. Want die Gates, die zijn nu ook weer van de... Die heeft een soort kristallen bol, hè, die Gates. Die zei van, er komt een mutant aan. En die zei, dat is wel erg, hoor. Die zit zich in de handen te vrijvallen. Ja, die is alweer... kan ze zich weer op een dosis paniek. Ja. Binnenkort ziet de Gates eruit alsof hij echt 9 maanden is. Nee, want JF, die heeft ook nog een leuke opmerking. Wat Jan-Marc niet vertelt is dat hij dat ook al voor de corona deed en die mensen aankijken. Maar laten we even naar het volgende bericht gaan. Even kijken hoor, had een ziek idee. Hey jongens, crypto up. Stocks up, alles up. Het is gewoon geweldig. Alles up. Dollar down. Ja. Er is iets gezegd. Tijdens de uitzending. Is er gezegd van... gaan die dollar toch gewoon helemaal... Ik zie de bitcoin ook omhoog. Alles omhoog. Flappy coin ook. Dit is net als met live tv. Dat er een grote... Weet je wel, dat er echt iets aan de hand is. Weet je wel. Breaking news. Dollars nuked. Ja, maar je echt een fractie, jongens. Dit stelt niks voor. Tano, is die ook een centje omhoog? Is dat, Nee, maar het aparte is, dit kwam niet direct naar de renteverhoging. Dit kwam tijdens de uitleg daarvan. Tijdens want het al half punt deed niks. Maar toen kwam er een verhaal daarna. Van, we kunnen het zo weer terugdraaien of zo. We denken dat dit de laatste is. Toen ging alles omhoog. Nou, mijn persoonlijke TE waar ik zeg maar het meest op gok is er eentje dat er in de maand mei nog een kleine run omhoog is. En dat daarna alles naar beneden flikkert. Dus ik vind de hele de beervlek theorie, dat vind ik wel een logische eigenlijk. En dan zit er nou aan het einde van de beervlek, dan gaat hij nog even omhoog en dan flikkert hij keihard naar beneden. De beervlek? Ja. Ja, ja. Dus zo'n technisch patroon met een squibbeltje hier, squibbeltje daar. En dan in 53% van de gevallen gaat hij dan omlaag. Hij heeft een, als je zo ziet, je hebt een zigzag, weet je wel wat het is, hè? Een zigzag. Wat? Een zigzag. Ja, dat is de inverse van de Chinese flipflop, toch? Ja. Laat maar. Ja, ik kan me iets voorstellen bij een zigzag, ja. Nou, hij zit halverwege de zigzag. Dan doet hij de zig en daarna doet hij de zag. Nou, de S van KISS.
Maar je, ja, als de ZEC dan niet komt, dan hebben ze achteraf weer een verklaring. Van de SS, dat is een nazi-patroon. Ja. En die kantel je even een klein stukje en dan zie je zo'n dingetje. Ah, en zo gaat hij naar beneden, in zo'n patroon. En hij zit nou halverwege. Ja. Ja. Die hele technische analyse, weet je wel, ze hebben altijd een prachtig verhaal. Ja. Dan, ja, weet je wel. Komt het niet uit, hebben ze ook een prachtig verhaal. Ja, hebben ze ook. Dan is het een... Oh, dan... nee, dit was nog niet de dal. Oh, je had wat uit moeten zoomen. En dan zie je opeens een ander patroon verschijnen. Het is koffiedik kijken voor gevorderden. Het is toch een head and shoulders geworden. Ja. Ja, nee, je punt is, je hebt patronen en dan gaat er vanuit wat is het meest logisch. Maar het is gewoon, je weet nooit zeker of het uitkomt. Hè? Dus, in één keer doet de vet dit en dan is alles weer anders. Ja. Dus het is koffiedik eigenlijk voor gevorderde, laten we zo zeggen. Maar we hebben het volgende bericht. Einde aan de misleidende... Van voorkorting even snel prijs verhogen, voortaan verboden. Ach. Er was nog iets, dat was nog niet verboden. Dat hebben ze nu ook verboden. Dat je zegt, deze jurk is van zoveel voor zoveel. Maar ik had laatst ook zo, wat was het nou? Ik moest een kraan kopen en die was dan ook 25% korting. En dan ga je opzoeken op het internet. En dan zie je, met 25% korting is gewoon de normale prijs op het internet. Ja. Dan denk je, dan hebben ze dus even de prijs verhoogd en daarna weer verlaagd. En dat is, eigenlijk weet iedereen wel dat dat gebeurt. Ja. Maar het kabinet die heeft weer... Niet iedereen, kennelijk. Ik zou niet zeggen kennelijk. Dit is de overheid die heeft gewoon weer de slechtheid gevonden. En de slechtheid zit in de vrije markt. En de retailers, de winkelmensen, dat zijn de slechteriken. En die doen dit soort misleidende trucken. En wees op de hoede voor die vrije markt, jongens. En wij zijn er van de overheid om je tegen dit soort misleidende dingen te beschermen. Zeg maar. Maar wij zeggen wel dat het kwartje van kok of zo, dat een tijdelijke maatregel is. Of dat de dollar van het goud loskoppelen, dat tijdelijk is. Maar er is absoluut geen instantie die onze misleiding in de gaten houdt. Klopt. Het begint ook met de gewiekste truc wordt door veel verkopers gebruikt. Eerst de prijs van een product voor een korte periode verhogen, om het vervolgens in de aanbieding te slijten, terwijl de prijs met korting eigenlijk de prijs is die het product altijd al had. Ja, er wordt toch niemand genaaid? Dat zijn ook van die dingen die gewoon iedereen wil weten. Straks dus je betaalt eigenlijk de reële prijs dus. Ja, dat mag niet. Straks krijg je ook dat 5,99 niet meer mag. Hè? Dat gaan ze ook nog verbieden, denk ik. Dan moet je gewoon 6 van maken. Of 5. Maar 5,99 mag niet meer. Want dat is een misleidende trucendoos. Happy ouwe mocht al niet, hè? Nee. Minister Mickey Adriaansens. Die heeft heeft ons hier gered van de vrije markt. Oké, wie is die gast eigenlijk, joh? Nooit van gehoord, inderdaad. Nooit van gehoord, nee. Is het de nieuwe minister of zo? Er is een nieuw ministerie waarschijnlijk zelfs. Ja, maar ze hebben inderdaad heel veel aangesteld. Hè? Ze hebben meer ministers en staatssecretarissen dan onder Stalin. Ik hoorde laatst ook dat iemand, een kolonel uit het leger, die zei, het Amerikaanse leger heeft nou meer generaals dan op het hoogtepunt van de Tweede Wereldoorlog. Zo. En dat doet me een beetje aan Nederland. Nederland had ook geloof ik het meeste aantal generaals per soldaat. Iedereen wordt gepromoveerd tot generaal. Je hebt gewoon één leger met generaals die gewoon. Dat is bij Noord-Korea toch ook? We hebben geen oorlog, maar die hebben gigantisch veel generaals en kolonels. Ja, medailles op en zo. Heel veel medailles. De Karamans oorkonde van heldhaftigheid. Nou goed, jongens, de economie is weer gered. Even kijken. Dan gaan we er zijn trouwens uitzonderingen op deze regel. Er zijn wel uitzonderingen. Verkopers hoeven de regel niet toe te passen bij zogeheten opeenvolgende prijsvermindering. Dat komt bijvoorbeeld voor als een kledingstuk eerst met 20% korting werd verkocht en later afgeprijsd naar 50% korting. In zo'n geval mogen verkopers blijven verwijzen naar de prijs die het kledingstuk voor er een kortingsactie was, de originele prijs. Hierdoor wordt voorkomen dat de kortingen zich opstapelen.
Ook komt er een uitzondering op producten die kunnen bederven. Nou ja, als jij nog wat wil verkopen, dan moet je eerst een heel jaar regels gaan lezen, denk ik. Ja. En, dus, en in Amerika heb je ook dat dit soort wetten trekken een hele industrie aan van snitchers. Hè? Dus ja. Die gaan dan naar de... Die wil nou een schroevendraaier in zijn mond. Oh nee, nee, ik probeer iets met mijn dingen. Met een mes. Ja, met een... Kaas. Grill, die grillworst zitten eten met... stukken spinazie erin. Maar... Ik ben nog van de Rambo-generatie, ik doe alles met een mes. Zwaard in je mond. Tandenstoker. Maar ga verder. Ja, wat wilde ik nou weer zeggen? Ik zag dit en ik was gewoon gelijk helemaal verhaal. Over snitsers. Oh ja, die gaan dan naar zo'n hotel toe en die gaan dan kijken of er bijvoorbeeld gehoorapparaten zijn voor slechthorenden. Of die kijken of er een invalide lift is voor het zwembad. En dat, die moet dan 20 centimeter minimaal van de kant af zitten. Of, die weten al die regels. Die gaan dan met een centimeter gaan ze door dat hotel in. En dan gaan ze daarna onderhandelen met... dan zeggen ze, ja, ik voel me ernstig bedreigd. Ik ben een hardhorende en er waren geen gehoorapparaten beschikbaar om naar de liftmuziek te luisteren in uw hotel. Nou, en dan... Dat betekent 6 miljoen dollar schadevergoeding vanwege mijn gekwetste ego. De Backstreet Boys die kunnen over in de lift. En er zijn dus mensen die daar gewoon hun brood mee verdienen. Eigenlijk gewoon afpersing via de wetgeving van de overheid. En er zijn er dus ook hotels, hoorde ik van die Peter Schiff vertelde dat mooi. Dat is die Americans for Disabilities Act waar al die dingen in staan. En die mensen die gooien gewoon, die hotels die zeggen dan, nou, dan maar geen liftmuziek, want daar krijg je alleen maar gedonder mee. Oh, het zwembad, ook een probleem. Hup, dan flikkeren we gewoon allemaal, gooi het hele zwembad dicht, beton erin. Want ja, ze willen gewoon van het gezeik af zijn. Dus daar heeft niemand een zwembad, maar dan is het tenminste wel eerlijk. Dat is ook de reden dat de bad uit het hotel verdwijnt, hè? Zo. Ja. Ja. Mijn vrouw zat te klagen van waarom is er geen bad meer in het hotel? Vroeger had je altijd een bad. Ja, dus vanwege dat er altijd... Nou, ook ja, omdat heel veel ongevallen gebeuren. Waarschijnlijk een heleboel voorwaarden wil doen. Er gebeuren heel veel ongevallen. De meeste ongevallen in hotels zijn vaak in een bad. Oudere mensen, weet je wel. Maar ik denk dat een bad sowieso niet meer mag. In een huis is een bad ook al... Mijn zus en zwager hadden een nieuw huis gebouwd. En die hadden... Dan mag je geen bad erin doen, tenzij je zoveel zonnepanelen erbij doet. Want een bad voegt toe aan de energieprestatiecoëfficiënt. En je energieprestatiecoëfficiënt moet beneden een bepaalde waarde blijven. En anders kun je het kuthuis niet meer verkopen, hè? Ja. Dan moet je het voor zoveel lager verkopen. Dit is ook een soort van onteigening. Want moet dat allemaal aan allerlei voorwaarden voldoen. Stel dat je dat geld niet hebt om al die verbouwingen te doen van dubbelglas, spouwmuren, bladibla. Ja, dan moet je, ja, dan... En je moet van je huis af. Ja, je kan het geloof ik wel verkopen nog, hoor. Maar, ja, dat is waar. Maar, want het is net zoals met auto's. Als die op de markt gekomen is toen het nog niet gold, dan mag je ermee rijden. Ja, het is niet zo dat je opeens je oldtimer een airbag moet gaan inbouwen of zo. Maar het is... Overigens, op auto's is het ook zo dat die auto's binnen een maand of zo mogen er in de EU alleen nog maar auto's verkocht worden met een snelheidsbegrenzer erop. Hè. Die gaat loeien als jij over de grens heen gaat. Wat mij een raadsel lijkt voor de Nederlandse markt, want je hebt hier snelheidsborden staan van 100 tussen 6 en 7 of zo. En dan moet je maar raden dat die andere tijd 130 is. En mijn auto, die houdt ook die verkeersborden in de gaten, maar die snapt er geen hol van. Die snapt dus niet dat het... die weet het niet aan die tijd te linken. Dus dat die snelheidsbegrenzer in Nederland... wordt heel lastig met die ingewikkelde snelheidstoestanden. Maar ik denk dat oude auto's en oude huizen... die nog gewoon leefbaar zijn... dat die in waarde omhoog gaan. En dat die nieuwe huizen... dat je die straks dan nog wel kan kopen. Maar ja, dan zit je wel in de kou. Je hebt geen bad, geen douche. Je moet in een soort tinnen... In zo'n tinnen badkuip moet je gaan staan, zo'n emmer, weet je wel, zoals vroeger. Ja. Ik denk wel, als je bijvoorbeeld dan 2 jaar lang insectenburgers eet en geen vlees, dat je dan wel weer een bad mag hebben. Dat zal wel weer een regeling komen. Mm. Ja, dat zou kunnen, ja. Maar ik zeg... Kager, ondergrenzen zullen ook nog wel een bad hebben, denk ik, toch?
nog even snel een nieuwe auto kopen of zo? Of een auto. Ja, die oude auto's die schijnen ook inderdaad hun prijs omhoog te zijn gegaan. Ja. Campers trouwens ook. Campers zijn niet meer te betalen. Ja. Kijk, niemand wil ook meer afhankelijk zijn van allerlei toestanden met vliegen en shit. En voor het je weet moet je 10 spuiten voor een heel gezin erin in rammen. En, 3 uur in de rij staan bij Schiphol. Weet ik allemaal wat voor dingen wat je allemaal moet overleggen. Stap lekker in mijn camper. En of je moet weer 2 weken in quarantaine nadat je terug bent van 2 weken vakantie. Nee, dus dan moet je 4 weken vakantie opnemen waarvan 2 weken gevangen met het hele gezin. Ja, de mensen kopen dus gewoon campers, knappen die dingen op. Het is een beetje net als Cuba, dat bleven ze ook voor eeuwig oude auto's opknappen. En in Amerika zijn die campers ook enorm duur, begreep ik. En dat is denk ik allemaal hetzelfde. Mensen hebben door van, dat is nog een beetje vrijheid. Dat levert nog een beetje relaxte vakantie op. Het is ook zo. Mijn collega die kwam van de week, die was ook met een camper voor het eerst op stap geweest. Maar camper verhuurbusiness. Ja. Dat is de business waar je moet zitten. Ja, goed, ik reed gewoon richting Balkan. En ik dacht, als ik bij de ene grens er niet over kan, dan ga ik gewoon naar een ander land. Dan ga ik echt daar de grens over, weet je wel. Ja, dat maakt toch niet uit. Dan is gewoon een flesje drank achterin, hè, voor de douanier. Ik sprak iemand die was met een camper midden in de pandemic toestand naar... ik geloof Montenegro zelfs geweest, of Bosnië. Die waren alle grensovergangen zonder problemen overgekomen. Ook zonder vaccin, zonder PCR-test. Hadden we had één oude PCR-test die gewoon liet zien als het nodig was. En bij één grensovergang ging het mis ergens. Van Bosnië naar Servië of zo. Van Bosnië naar Kroatië, geloof ik. Dus het zo'n, een fles drank te wonderen. Nee, €500 boete of zo. Maar Johan heeft zijn mond vol, dus we kunnen even het volgende bericht zal ik even doen. Volgende jij? Oké. Journalisten gaat het over. Ja. Journalisten zijn geen terroristen. Nederland stond nog nooit zo laag op de wereldranglijst voor persvrijheid. Dus Nederland is 22 plaatsen gedaald door reporters van Sans Frontières opgestelde ranglijst voor persvrijheid. Volgens de RSF neemt de agressie tegen journalisten in ons land toe, ondanks dat er relatief gunstige omstandigheden voor persvrijheid zijn. Hier staat er op 1 staat Noorwegen, 2 Denemarken, 3 Zweden, Estland, Finland, Ierland, Portugal, Costa Rica, Litouwen, Liechtenstein, Nederland op 28 dus. Maar wat mij opviel is dat er dan zo'n berichtje doorkomt. Er werd eventjes... zo'n berichtje over een journalist. Die had een of ander programma. En een Turkse naam was het. En die kon hij niet in Deventer doen. Want hij was bedreigd. Dus hij moest het in een studio moest hij het opnemen. Want normaal zou hij het in Deventer in zijn huis doen. Maar dat moet nou in de studio. Omdat hij zo bedreigd wordt. Dan zit je het artikel door te lezen. En je denkt van. Leg mij ergens uit waarom die man bedreigd wordt. Dat is toch iets van journalistiek. Wat je gewoon als eerste verwacht. Ja. Waarom wordt hij bedreigd? Dat kon je nergens terugvinden. Want als die man bedreigd wordt omdat hij 3 kinderen verkracht heeft, dan zeg ik ja, een goede zaak. Maar als die bedreigd wordt omdat hij een mening ergens over had, dan is het geen goede zaak natuurlijk. Maar dat wil je dan wel weten, waar die over bedreigd wordt. En dat lees je nergens. Maar ik had ook het idee dat artikel bedoeld is om jouw brein een idee te geven waar we het over praten. Want dat was een dag voordat dit bericht kwam. Dus ze wisten al dat het zou gaan komen natuurlijk. Dat Nederland zoveel plaatsen zag. En dan moet je niet aan Huig Plug denken of zo. Of aan Riepke Zeilmaker. Riepke Zeilmaker of zo. Dat willen ze vooral dat je daar niet aan denkt. Nee, dan komen ze voor de dag. Primacy met zo'n berichtje over zo'n Turkse RTL Boulevard figuur. Die dan bedreigd is voor Jood mag weten wat. Het is eigenlijk gewoon, weet je wat het punt is? Het slaat helemaal nergens op. Want kijk, zelfs als het zo is. Want dit is een beetje een anti-wappie bericht, zo lees ik het een beetje. Maar zelfs als je bang bent dat jij ergens niet welkom bent op een of andere mensenrechten demonstratie, omdat jij gewoon allemaal propaganda aan het optikken bent. Dan kun jij in Nederland nog steeds staatspropaganda optikken. En dat gebeurt ook gewoon. Kijk, een Riepke Zeilmaker, dat is een ander punt. Die wordt gewoon door de overheid gewoon 2 keer in de gevangenis geflikkerd.
Dat is dus echt, dat is een persvrijheidsdingetje. Dus dat de overheid gewoon in staat is om gewoon 12 man politie op een journalist, op één journalist af te stappen. En hij is 's ochtends van zijn bed afgehaald. Het is gewoon zijn huis ingebroken. En deur ingetrapt. En op de snelweg hebben ze hem met 4 politiewagens claim gereden. Dus zoveel urgentie was er zogenaamd. En hebben ze ook zijn raam ingeslagen en hem uit de auto getrokken. En op het asfalt gedrukt. En hij is er zelfs bij gebond geraakt. En zijn hond hebben ze gewoon op de snelweg achtergelaten. En ze hebben gewoon in de gevangenis geflikkerd. En kijk, dat is natuurlijk persvrijheid. Maar ik bedoel, kijk, persvrijheid van... Want ik bedoel, het lijkt mij ook niet zo van... Want het gaat dan om... De suggestie is een beetje dat het vanuit het volk komt, hè? Ja, ja. Ja, maar dat proberen afvraag... ze volgens mij ook, daar proberen ze het op aan te sturen. Volgens mij is dat de truc namelijk. Wat ik mij afvraag trouwens, is toen degene die het onderzoek hadden gedaan, hadden die, dat in Nederland dus zoveel plaats gezakt is, was dat ook onder andere vanwege Riepke Zijlmaker? Nee. Het artikel dat Peter net heeft voorgelezen, dat komt uit een krant die een bepaalde bias heeft. Want het onderzoek zelf wijst bijvoorbeeld ook heel erg prominent op die WOP, hè, dat zo gefrustreerd wordt. Maar dat wordt in dat artikel wat Peter net voorleest niet genoemd. Nee, maar het is de interpretatie van nu.nl. Maar de... Ze zeggen hier, Free Press Unlimited, dat de veiligheid van de journalisten in Nederland afneemt. Zo zijn vrouwelijke journalisten minder veilig dan hun mannelijke collega's. En staan journalisten die schrijven over georganiseerde misdaad bloot aan risico's. Dat is denk ik Peter R. de Vries, dan wordt daarmee bedoeld. Dus omdat Peter R. de Vries doodgeschoten, zijn ze een stuk gedaald. Maar dat zijn inderdaad private criminelen. Daar hebben ze dan in gedachten, denk ik, die journalisten bedreigen die over inderdaad misdaad schrijven. Waar ze niet. En zo'n verhaal als die Özcan Aykol, die is bedreigd en verhuisd radio-uitzending naar Hilversum. Dus dat is ook om je niet te doen denken aan inderdaad de echte mensen die zitten graven in de waarheid en daarvoor in de bak worden gegooid. Ja, eigenlijk zou je dan snelle onderzoek even erbij moeten halen. Hè? Maar, ik weet niet of dat ergens staat. Maar... Nou ja, als ze het hebben over journalisten die schrijven over georganiseerde misdaad, staan bloot aan risico's, dan denk ik dat ze daar wel mee bedoelen Peter R. de Vries, toch? Dan kun je nog wel zeggen van kijk, Peter R. de Vries inderdaad is nog een journalist. Maar, was. Maar goed, ik vind heel veel van die mensen die... Ik vind journalist vind ik dan een groot woord voor heel veel van die figuren eigenlijk. Als je drukt op het rapport, dan wordt weer verwezen naar een andere nu.nl artikel. Dus ja, die wereldkaart is wel heel leuk. Maar het is sowieso al wel wat grimmer geworden. Maar er was ook zo'n verhaal van een journalist die ging ergens naar zo'n vissersdorpje toe of zo. En die werd daar, uit zijn auto getrokken of zo. Het klimaat wordt ook wel wat grimmer aan alle kanten, denk ik. Ook omdat ze weten in die tijden van COVID. Je wordt verlinkt of je wordt verraden of je wordt afgeschilderd. Zelfs die Johan Derksen, die krijgt dan iemand van RTL Boulevard. Die komt gewoon naar zijn deur toe om hem aan te bellen met een camera. Weet je, die komt wel even privé thuis lastigvallen. Het is gewoon wel een beetje een... Maar natuurlijk, want als jij zo'n tussenhaakjes journalist hebt en die gaat dan naar zo'n Urk toe. En Urk was ook de situatie dat ze zich gewoon ook niet zo aan regeltjes hielden. Hè? De burgemeester had op een gegeven moment ook gezegd van... Ja, die QR-code heeft helemaal geen zin, want niemand, echt helemaal niemand is gevaccineerd in het dorp. Dat maakt helemaal niet uit. En die mensen die wouden gewoon nog normaal leven en die wouden naar de kerk. En dan komt er zo'n journalist en die gaat dan schrijven, die gaat dan onderzoeken hoe erg het is. En die gaat dan vervolgens schrijven van ja, ze doen hier allemaal maar wat.
En dat is natuurlijk heel bedreigend, want dat betekent gewoon dat die overheid dan gewoon een beetje gedwongen is om in te grijpen. Want het kan natuurlijk niet zo zijn dat er één Gallisch dorpje is wat dapper weerstand biedt tegen de overheersers. En dan kunnen zij weer niet naar hun kerk of een dingetje of wat ze ook maar aan het doen zijn. Dus die journalist is gewoon een verlengstuk van die overheid. Die eigenlijk, het is een snitch eigenlijk, inderdaad. Ja. Het is een verrader en een NSB'er die de volgende stap is, dan staan de politie op de stoep. Ja, die is dan in kaart aan het brengen wat voor stoutigheden er allemaal plaatsvinden. Ja. Die gaat onderzoek doen voor de politie, van hier moet je op afgaan. Ja, het is een rechercheur geworden, inderdaad, precies. Zelfs als je bij de Hell Angels naar binnen loopt en je gaat roepen dat het allemaal leernichten zijn, dan moet je ook niet raar opkijken dat iemand denkt van oké, ga jij maar even met de billen naar mijn kruis toe. Hetzelfde als je naar Urk toe gaat, is niet, is niet zozeer niet belediging, maar meer bedrag. Als je naar de Hells Angels zou gaan om een reportage te maken hoeveel drugs ze verkopen, bijvoorbeeld. Dan ben je een bedreiging voor die Hells Angels, voor een toko. Daar kun je het meer mee vergelijken dan niet zozeer beledigen. Ja. Ik zie een artikel van 14 september 2021, verslaggevers op Urk bedreigd. Weggeven, anders ga je de haven in. Een woordvoerder van PONET bevestigt vandaag het incident. En het is ook zo laf, hè, want dat zijn dan van die journalisten tussen aanhalingstekens, die gaan altijd met de overheid achter zich. Die hebben gewoon het hele machtsapparaat van de overheid achter zich. En dan is er iemand die zijn gazon niet gemaaid heeft, terwijl de overheid dat gebied, en die gaan ze aanpakken. Ze zullen nooit hun neus de andere kant op doen en misstanden in de overheid gaan aanpakken. Of gaan rapporteren. Want dat is veel te gevaarlijk. Ik vind het ook een beetje een omdraaiing. Van, kijk, die Urkers of iemand die een kroegje heeft, die een restaurantje die stiekem open is. Die mensen hebben alles al tegen. Die hebben de bovenste politie, de rechters, de politici. Die hebben alles en iedereen hebben ze al tegen zich. En die zogenaamde nepjournalisten, die hebben alles en iedereen achter hun, weet je wel. Maar zij zijn dan toch op een of andere manier nog zielig ook, weet je wel. Het is... voor mij het flikkeren ze die lui ook gewoon in de haven. Want het is gewoon zelfverdediging, zo zie ik dat. Ja, en dan zijn ze opeens slachtoffer ook. Dat is ook zo mooi. Eigenlijk zijn ze de agressie aan het sturen. Zij sturen de agressie richting die mensen op. En als ze dan klappen krijgen, dan zijn ze opeens slachtoffer. Dus dat is ook... overigens, Jan-Marc, de vrijspreker was een... Jouw Chili Pinochet verhaal. Daar was iemand ook vanuit de slof geschoten. Je kan Pinochet niet verdedigen. Goed. Ik vind, weet je, wat mensen altijd zo gevoelig maakt, is van, op een of andere manier, kijk, omdat iemand een dictator is, mag je er ook niks gunstigs over zeggen. Dat is dan van kijk, er was gewoon veel vrije markt en er was gewoon veel vrijheid. En dat, ik vind dat je dat mag zeggen. Ja, dan kun je zeggen, een dictator en dan gooien de mensen uit een helikopter. En, weet je wel, en dat is ook allemaal waar. En dat heb ik trouwens ook benoemd. Maar kijk, we hebben allemaal heersers. Dus vertel maar, noem maar even een plek op waar geen heerser is. Maar dat ligt wel. Maar ik bedoel, socialisten zouden ook hele vriendelijke dingen over Hitler kunnen zeggen. Ik bedoel, Danel was een groot fan van Hitler. Dat ging waarschijnlijk niet. Dat is niet waar. Ja, dat is wel waar. Maar hij was natuurlijk een fan over werkgelegenheidsdingetjes dat de werkloosheid terugliep. En het socialistische gedeelte van Hitler. En dit was voor de oorlog. En hij is in het verzet gegaan, hè, daarna. Ik bedoel, toen hij heel jong was, heeft hij wat gezegd. En dat is luister eens, in die tijd... Kijk, ik ben geen socialist, maar in die tijd... Ik ben ook geen fan van Joop en Nel, hoor. Dus, maar in die tijd, in begin jaren 30, waren er wel meer socialisten... Die dingen zagen die hun. Bijvoorbeeld gezondheidsverzekeringen, verplichte gezondheidsverzekeringen, dat soort dingen. Nou, dat is heel gunstig en zo goed.
En het was helemaal niet zo obscuur dat mensen daar gewoon toen in die tijd, als ze dan wat links waren, daar fan van waren. Ja, en zeker ook omdat je toen had je door. Ik weet, mijn opa, die was eigenlijk een enorme tegenstander van Engeland, omdat de Engelsen, die hadden Nederlandse boeren in Zuid-Afrika in concentratiekampen gegooid. Ja. Dus in de boerenoorlog in Zuid-Afrika, daar hadden de Engelsen zich enorm misdragen tegenover de van oorsprong. Ze hadden het ook uitgevonden, het concentratiekamp idee. En dus toen het Engelsen met de Duitsers aan de stok kregen, toen waren zij meer geneigd voor de Duitsers te zijn, totdat de Duitsers natuurlijk binnenrolden met die tanks. Dan verandert het wel verhaal, maar daarvoor was dat inderdaad wel zo. Ook een Mussolini, die er nog eerder was dan Hitler, was ook heel populair bij veel mensen in Nederland. Maar goed, kijk, die mensen... De Amerikaanse president, hè? Ja. Roosevelt of zo en Churchill, die vonden het allemaal een prachtig staatsman, ja. En ik heb dan minder met socialisme, maar meer met vrije markt. En dan moet ik zeggen van, dan was onder Pinochet, zat dat wel goed. En, ja, maar dit komt, wat mij dwars zit, is dat zeg maar, veel socialistisch of links georiënteerde mensen, die hoor je nooit als het gaat over Stalin of Mao. Maar opeens hebben ze zijn, het is één dictator waar ze helemaal van wit van wegtrekken. En dat is Pinochet, terwijl het gewoon klein bier is. Het is gewoon de enige die ze kunnen vinden aan de rechterkant. En het stelt... Je komt niet eens in de bij de massamoordenaars komt hij niet eens in de top 20 voor. Ja, inderdaad. Hij komt niet eens in de top 20, inderdaad. Hij zat een hele rij socialisten en communisten. Af en toe een paar mensen uit de helikopter gooien. Dat is toch niks vergeleken bij de industriële projecten die communisten en socialisten hebben gedaan. Nee, maar hij zat zelfs onder Che Guevara, heeft iemand mij nog verteld. Ja. Che Guevara heeft nog meer doden... Die ging gewoon de Cambodja, die hebben geloof ik 20% van de bevolking uitgemoord. Ja, je hebt Che Guevara, die had dan in zijn dagboek geschreven. Kwam hij tot een soort hele tirade en kwam hij tot een conclusie. De revolutie heeft nog meer bloed nodig. Is hij dus diezelfde dag naar buiten gerend. En op straat heeft hij in het wilde weg gewoon mensen door het hoofd geschoten. En, is dat echt waar? Ja, dat is Che Guevara. Zo ging die, zo was dat. Ja. Ja, de Khmer Rouge heeft iets van 25% van alle Cambodjanen vermoord. Dat is gewoon een kwart van de mensen uitgemoord. En dan heb je opeens waar je dan wit over uitloopt, waar je dan, en dat is gewoon omdat die mensen geprogrammeerd zijn. Hè. Ze zijn geprogrammeerd, want in hun kringen is iedereen, dictator Pinochet, vreselijk. Hij heeft een paar mensen aan een helikopter gegooid, dat is niks gewoon vergelijkt. Dat is... Ik denk dat Holleder nog meer mensen vermoord heeft. Dat weet ik niet. Dat is wel aardig wat. Dat is een beetje overdreven natuurlijk. Hoor, dus. Maar ik kan wel zo... Nee. Volkert van der G heeft denk ik nog meer mensen vermoord. Nee. Het ging wel aardig wat hoor. Het is, Nee. Hij heeft gewoon de oppositie. De oppositie. Dat ging hem wel aan flinke aantallen. Die heeft hij uit... Ik dacht dat het om 30.000 man ging in het hele verhaal van Pinochet, maar ik weet het niet, maar gewoon van alles bij elkaar. Maar ik denk als je nou die lockdown doden neemt in de EU, als je dat nou eens, wij hebben die intelligente lockdown, hè? Dat was er nog de niks aan de hand lockdown. Ja, die hadden ze berekend van tevoren, misschien is het wel erger geworden, op per saldo 520.000 levensjaren. Nou, laten we van een gemiddeld mens uitgaan van van 40, die heeft nog 40 levensjaren. Nou, dan kun je door 40 delen. Dan heb je al een Cambuurstadion van 15.000 man, hè? Dat is de intelligente lockdown. Daarna hebben we nog twee heavy lockdowns gehad. Ja, dat is alleen... En dat is alleen nog Nederland. Pak daar de hele EU bij. EU zou al meer mensen vermoord kunnen hebben met deze afgelopen tijd met die lockdowns. Ja. Ja? Dan heb ik nog niet eens de vaccinatiedoden erbij. Want dat is eigenlijk ook dwang. Natuurlijk. Ja, ja. Nou, die hebben dan eigenlijk al meer doden met dit verhaal op dan Pinochet. Pinochet, 1200.
1200 tot 3200 executies. Ja, en dan had je bij Pinochet had je er nog gewoon een vrije markt voor terug, hè? En bij de EU heb je er geen meer vrijheid voor terug, hè? Nee, je hebt en die doden en je hebt die kutzooi met dat we gewoon in een dwangmaatschappij, een politiestaat wonen. Dus dan, als jij dan zo zit te janken om Pinochet, nou, dan moet je maar eens kijken wat hier gebeurt gewoon. Dan moet je het maar eens even gewoon uitrekenen. Reken het maar even uit. Gewoon lekker uitrekenen. Ja, ik bedoel, als het inderdaad, wat was het nou, Cambodja, het was 25% van de bevolking, maar dat waren iets 3 miljoen mensen. 3 miljoen mensen? Ja, 3 miljoen mensen. 3 miljoen mensen. En dat is nog een kleintje eigenlijk, Cambodja. Ik bedoel, vergeleken bij Stalin en Mao. Procentueel niet een kleintje, maar goed. Ja, ja. Nee, procentueel is het hele grote inderdaad. Ik snap ook niet hoe je het voor elkaar krijgt om gewoon een kwart van je bevolking uit te moorden. Dat je denkt dat daar... Ja. Daar moet je communist voor zijn, hè? Ja, ja, maar dat is niet ons communisme, zeggen ze dan altijd. Dat is niet ons nee. Ze bedoelen het altijd anders. Maar het is wel altijd als er een communist aan de macht is, dan, dan gaan er heel veel mensen dood. En dat is wel lachen, want zij zijn dus niet bereid om hun linkse dictators te verdedigen. Ja. Hè? Want Hitler was eigenlijk extreem rechts, zeggen ze dan ook nog. Maar hij was gewoon links. En Stalin willen ze, Mao niet, Pol Pot niet. Nee, dat is niet het echte socialisme. Maar ik moet dan wel Pinochet helemaal van voor tot achter gaan verdedigen, weet je wel. Dan denk ik, ja, dat is dan ook weer twee maten natuurlijk. Ja. Ja, maar dat is het hele rare, dat je gewoon met een Che Guevara t-shirt kan rondlopen ook nog vandaag de dag. Maar ja, als je met een Hitler t-shirt rondloopt, dan is het weer fout. En ik denk dat je zelfs met een Stalin t-shirt... Dat is het ook fout. Ja. Dat is ook fout nu. Maar als je met een Pinochet t-shirt zou rondlopen, dan zou ik inderdaad meer ellende mee krijgen dan met een Che Guevara t-shirt. Want als ik naar de BBC zit te kijken, hè, bijvoorbeeld heb je die Harry Bikers, die koken dan, 24 Kitchen. Ja? Die ene heeft zelfs nog een Che Guevara tattoo erbij. Ik heb hem ook hij heeft ook een Che Guevara t-shirt en zo. Maar jij kunt gewoon bij de BBC werken. En je kan de hele tijd er rondlopen. En praten over hoe je een biefstukje medium raw moet bakken. Met gewoon een dikke... Moet je maar eens met een Pinochet tattoo en een pet en een t-shirt gewoon rond. Volgens mij nemen ze je niet aan, hoor. Nee. Denk het niet. Of van Hitler, een Hitler t-shirt inderdaad. Dan hoef je geen kookprogramma te presteren. Volgens mij Mao. Ik denk dat Mao, als je daar een beetje een t-shirt van hebt. Een beetje zoals Che Guevara, zeg maar. Niet echt dan kom je er ook nog mee weg. Ja, dan kom je ook nog mee ook mee weg. Niet echt een foto, maar zo'n Andy Warhol-achtige kunstachtig dingen. Met vier Mao's of zo. In verschillende kleuren. Ik denk dat je daar gewoon... Dat je daar gewoon mee over straat kan lopen en dat niemand zegt van, mijn god, wat doe je nou, de grootste moord naar alle tijden. En dat is gewoon het hele irritante eraan. Dat is een moord en brand schreven bij Pinochet met zijn 1200 ongelukjes gewoon. Ik dacht dat het 30.000 was, dus je moet je nagaan, het zijn er 1200. Maar ik ga hem ook niet verdedigen hoor, als libertair, ik zal hem nooit verdedigen. Nee. Een legerleider, ja. Die lossen dingen nou eenmaal op die manier op. Ja. Nee, ik vergelijk alleen maar dingen. Nou, als ik bijvoorbeeld Mark Rutte en Pinochet vergelijk, dan kies ik voor Pinochet. Dat is een makkelijke. Ja. Maar dat is gewoon het hele punt, die hypocrisie. Als we de hele tijd roepen, my body, my choice, my body, my choice, over abortus. En, ja, maar omdat dat ze het dan, vaccins goed vinden. En over een vaccin, dan zijn ze dat opeens vergeten, zeg maar. En die hypocrisie, daar word je dan niet goed van. En ook, 6 januari was een aanval op de tempel van de democratie. En gelijk aan Pearl Harbor wordt er dan vergelijken en zo. En nu staan ze gewoon bij de Supreme Court. Hebben ze gelijk barricades opgegooid. Want een half uur nadat die uitspraak gelekt was over die abortus. Stonden er gelijk al demonstranten en waren er gelijk al rellen. En... dan wordt er niet gezegd, een aanval op de democratie. JF die schrijft in de chat, my helicopter, my choice. Ja.
Ik had ook een keer iemand... Zo, elke dode is er één te veel en zo. Nee, dat is, ja, maar luister, ik bedoel, als libertariër heb je toch gewoon... Of anarcho-kapitalist heb je toch heel makkelijk. Wij met z'n drieën, wij lopen achter geen enkele heerser aan. Dat hoeven we helemaal niet... niemand te verdedigen, maar je kan wel zeggen... Nee, precies. Zolang die linkse mensen niet hun eigen lui keihard aanvallen... Als de schoften die het zijn... Dan moeten ze een bek houden voor Pinochet. En weet je wat ik ook zo leuk vond? Dat ik had wel eens een meme gezien van die communisten uit de helikopter werden gegooid. Van ja, als libertariër hoef je daar helemaal geen probleem mee te hebben. Want communisten zien zichzelf als staatseigendom. Dus je vernietigt staatseigendom. Ja. Ja, op zich, en ik vind het eigenlijk, als je het NAP heel erg ver doorvoert, dan zeg je gewoon, kijk, die de situatie was echt zo met Allende, die ging samenwerken met die communisten, want die Allende die had helemaal de meerderheid niet, hè? Die had gewoon 30%, die moest met die communisten. Mm-hmm. En ze waren echt op het punt met land onteigenen. Daar op dat niveau zaten ze. Ja, je ziet bij Venezuela wat daarmee gebeurt. Cuba was toen het voorbeeld van... Maar het punt is dan ook van... kijk, die mensen die uit die helikopter worden geflikt... Ja, kijk, het is wel zo dat die mensen willen wel gewoon via de staat dan... Ja, een socialistisch-communistisch systeem... Ook willen ze gewoon wel... ze willen in ieder geval alles afpakken van je... En als je dat weigert af te geven, willen ze je vermoord. Ja, maar daar ga je dan niet mee akkoord. Nou ja, dat gaat dan met geweld. Want anders had het ook niet... Het had ook niet anders gekund, trouwens. Ja, maar en in Chili zijn er nog steeds heel veel mensen blij dat zij niet een Cuba zijn geworden, maar dat zij dus van een derde wereldland naar een eerste wereldland zijn gegaan. En daar denken zij dus wel, daar zijn echt mensen die zijn echt wel... Het was volgens mij een bear market rally. Ik denk dat het weer terugzakt, maar... Ja, oké. Nee, maar goed. Kijk, het is ook heel makkelijk praten, hè, vanuit Nederland. Van, Pinochet, dit en dat. Nou, die mensen die leefden in een derde wereldland en die gingen naar een eerste wereldland. Je kunt je voorstellen dat er een hele hoop mensen, of dat je land niet wordt onteigend, of dat je niet een tweede Cuba bent geworden, daar zijn nog steeds zoveel mensen wel blij om. En dat kan me dan ook weer wel inleven, snap je? Ja, als jij een zaak hebt daar, dan is het een zaak van leven of dood. Die Venezuelanen, ook die hebben die zijn daar vertrokken, hun hele boerderij achtergelaten. En die zijn als schoenpoetser op een vliegveld ergens in Amerika. Dat is wel, daar... Daar moet je dan voor je leven kiezen uiteindelijk. En dan ben je inderdaad alles kwijt. En dan kan je zeggen, als zo iemand dan zijn belagers uit een helikopter gooit. Ja. je kan er eigenlijk kan je het wel onder zelfverdediging gooien. Maar was dat iemand van de vrijsprekers zelf? Of was het iemand die reageerde op de vrijsprekers? Reageerde. Oh, oké. Nou ja, goed. Maar overigens, jij zegt van de derde naar de eerste wereld, maar... Wat is de Tweede Wereld? Ja, dat heb ik me altijd origineel, afgevraagd. Ja, de origineel is de verdeling was altijd... één Eerste Wereld is het Westen. De Derde Wereld zijn arme landen in Afrika. De Tweede Wereld is communisme. Dus Rusland zo. Dat dacht ik ook Oostblok en zo. Omdat dat werd gezien als beter dan... Derde was de supply Afrika nations, inderdaad, waar de grondstof vandaan kwam. Die moesten kunstmatig arm blijven. Ja, die Derde Wereld die werd leeggeroofd door de Eerste Wereld. En die communisten, dat is gewoon, dat is de communisten uitleggen, ja. Maar die communisten, die jatten van hunzelf. Ja, ja. Dus die hadden nog wel wat. En die Eerste Wereld, die had meer omdat ze alles van de Derde Wereld jatten. Ja. En die Derde Wereld had helemaal niks. Trouwens, de Derde Wereld werd ook door de communisten wel leeggejat misschien. Of die gingen het communisme brengen dan. Die bracht het communisme daar. Dat was ook een arm land. Ja, zo. Ja. Gingen olie brengen naar Cuba, zodat Cuba olie kon exporteren. Maar je had het over Pinochet. Kijk, hij is een legerleider. En hebben allemaal die mensen in het leger hebben allemaal net als in Amerika een eed aan de constitutie gezworen, weet je wel. En dat was denk ik, vermoed ik zelf, hoor, zijn beweegreden om in te grijpen. Want van ja, eigenlijk is een aanval op de staat en op het land zelf, dat hele communisme. Dus dan moet je ingrijpen. Dus die nam gewoon zijn eigen eed gewoon heel serieus. Ja, is mijn vermoeden.
Ja, ik weet niet. Het is ook gewoon een macht. Ja, misschien had hij zelf wat gewoon grond, hè? Dat kan ook wel, ja. Dat kan ook inderdaad. Want, inderdaad mensen... En dat is trouwens ook niet... Dat zie ik ook niet als een... hoe noem je dat? Dat is geen... hoe noem je dat? Dat ik hem naar beneden wil halen daarmee. Want als hij grond had... En het is zijn eigen grond... Legitieme reden. Want als je ziet dat jij zometeen al je bezittingen kwijt bent aan het communisme... Ja. Dan ga je in één keer je eet serieus nemen. Ja. Goeie beweegreden, ja. Ja, je zag dat eigenlijk wel, je ziet het wel vaker gebeuren als onteigening dreigt door een bende communisme. Dat dan de landeigenaar of zo, of mensen die wat eigendom hebben, die gaan dan heel veel geld stoppen in een of andere kandidaat waarvan ze denken, die kan het stoppen. Ja, en dat gaat dan niet met zachte hand. Nee, ja. Als dat lukt überhaupt al, want ja, meestal lijkt het dat niet lukt. Die onteigeningsbeweging, die zijn gewoon heel sterk. Het is heel moeilijk te stoppen, dat soort dingen. Want het is gewoon heel makkelijk om populistische mensen over de streep te trekken van als je op mij stemt of als je mij steunt, dan ga ik die rijke lui bestelen en het aan jou met jou delen. Maar dat is dat eerste stuk lukt wel en dat tweede stuk dat is nooit goed van de grond gekomen dan. We zitten bij het vierde bericht. Ik wil niet heel veel zeggen. Ja, we gaan door. Oké. Hoe is Nina Jankovic? Biden's disinformation board roasted as Ministry of Truth. Dus dat is, dus Amerika kwam inderdaad met een, Biden kwam met een Ministry of Truth. Eigenlijk was dat kort nadat Musk Twitter overnam. Heeft hij een disinformation expert gevonden die dan vanuit het Department of Homeland Security gaat vertellen van, oh, dit is disinformation en dit is niet. Maar gelukkig werd er onlangs verzekerd dat hij onpartijdig is. Deze persoon is absoluut gewoon onpartijdig. Maar er zijn een paar liedjes van ze gevonden waar ze karaoke zingt. Een Mary Poppins liedje. En daar heeft ze alles ingevuld met de disinformation van Giuliani. En je weet wel in welke hoek het is. Ze begint niet over de Washington Post artikel over Hunter Biden laptop. Disinfo. En is het toch wel leuk geluidsfragment waarop ze is toch wel ook even afzingen. Waarop staat I have to be rich and powerful. Who do I have to fuck to be rich and powerful? Dus dat is apart. Dat zijn zijn liedjes, ik denk. En het is wel zeker niet rommelend als je ze hoort. Maar je weet gewoon absoluut dat dat een hele foute figuur ministry of truth is. En het hele ministry is natuurlijk al vreselijk dat de overheid gaat vertellen. Zij had ook gezegd dat Hunter Biden laptop verhaal, dat was gewoon... was gewoon niks interessants aan. Dat was eigenlijk het belangrijkste eraan. Niet dat het of er nou disinfo was of zo. Nee, het was gewoon, er was niks interessants over te melden. Terwijl een heleboel Amerikanen dat 16% had gezegd dat ze hun stem zouden hebben veranderd als ze dit hadden geweten. En, maar nadat ze dit gezegd had, was ze gelijk de Minister of Truth gebombardeerd. Dus het is al zo, ik bescherm jouw zoontje en jouw corrupties. En als jij mij Minister of Truth maakt. Dus dat is overal lol over gedaan. Ik kan de microfoon net staan, ik zit net de hele tijd te lullen, maar... Nee, ik had de microfoon net staan, ik zat de hele tijd commentaar te geven, maar... Mijn vraag is, wat is haar achtergrond? Dat is een activist of zo? Nou, ze heeft ook in Oekraïne gewerkt met de overheid daar. Ze komt uit Oekraïne, dus dat is ook weer mooi met Hunter en Joe's corruptie die via Oekraïne loopt. Dus het is echt het is een keepertje, zeg maar, voor ze. Ja, als je haar zo ziet, dan is het inderdaad een man of een vrouw en... Ze doet je echt denken aan de pestkop op school. Zo kijkt ze ook. Het is een hole monitor. Oké. Denk jij, die
die van de meester de opdracht heeft gekregen om te kijken of iedereen zich in de hal netjes gedraagt. En een beetje macht heeft gekregen. Straffen mag uitdelen. Ja, inderdaad. Ja, ik had vroeger, toen ik kind was, ze doet me denken aan Idiot Peggy. En het was een of andere een kutwijf. En die had ook echt een spot uitgekozen in de wijk. Een soort kruispunt, vlakbij waar de snoepautomaat stond. Waar je dan 5 cent in moest gooien en dan kon je de snoep uithalen. En daar stond zij altijd geparkeerd om iedereen te pesten die jonger dan haar was en zwakker. Daar doet ze mij aan denken. Ja, als je dat gezang van haar hebt gehoord, dan is dat de naam Jankovic ook wel apart. Goeie Mary Poppins. Goeie Mary Poppins imitator. Ja. Ze maakt wel serieus werk van. Ik denk dat als je ze hoort zingen, ze zingt niet vals of zo. Dus ze heeft er veel op geoefend, denk ik. Maar ja, iedereen sprong er wel op van, ja, wat is het nou voor Ministry of Truth? Dit is gewoon een Orwell toestand dit. De overheid gaat je vertellen wat waar is en wat niet waar is. En dan gaan ze er ook gewoon nog zeggen van, nou, maar maak je geen zorgen, want het is onpartijdig. Ja, alright. Ik las dat er in Nederland ook weer wat over een... Dat was het nou ook weer, misinformation. Mm-hmm. Tegengaan van desinformatie. Alweer? Ja, desinformatie en nepnieuws tegengaan. Nepnieuws moet makkelijker te herkennen zijn. Daarom heeft de Europese Unie daarover afspraken gemaakt met grote technologiebedrijven zoals Google en Facebook. Het kabinet wil daarnaast dat mensen in Nederland nepnieuws beter leren herkennen. En ja, over het algemeen is de aanpak... Een keurmerk. Meestal zeggen ze van, dit zijn betrouwbare bronnen en dit niet. Dus het gaat nooit over de inhoud. De inhoud mag gewoon zo inconsistent zijn als weet niet wat. Als het maar van een bepaalde bron komt. En dan kun je het vertrouwen. Oké. Dus komt er weer zo'n groen vinkje of zoiets. Ja, dat is een labeltje zoals bij Facebook en zo. Ja, goed. Ja, nou ja. Het is, kijk, het volgende bericht dat ik hier heb is, even kijken. Ja, ongelimiteerde vrije spraak is een bedreiging voor de democratie, zegt een journalist. Ja. Serieus. Ik bedoel, als je een journalist bent, dan observeer je alleen. En dan ja. Dan ben je geen journalist. Volgens mij gaat dit gewoon in tegen het vak journalist. Ik bedoel, George Orwell, dat was een journalist. Je valt van de ene verbazing in de andere. Het is ook zo, ik weet niet of je dat laatste gehoord had, dat is ook weer zo'n verhaal. Van Joe Rogan, die kreeg toen te horen toen hij ivermectine gebruikte. Dat een horse medicine was. Ja. En nou is er dus die anti-aborta, of die abortus zou op de helling gaan, die recht op abortus, of naar de Staten teruggeschoven worden of zo. Maar toen kwamen er linkse activisten boord met van, oh, maar je kunt ook zo een abortus regelen. En we hadden daar een of andere paardenpil voor. En een paardenpil. En dus nou zit de linkerkant gebruikt zo'n echt paardenmedicijn om een abortus op te wekken. Terwijl ivermectine, dat kon je niet nemen omdat het een paardenmiddel was. Het is gewoon, je weet af en toe niet wat je hoort. Hè. Ja. Echt een hele rare wereld aan het worden. Wat van de ene verbazing, dit kunnen ze niet maken. Maar ja hoor, dat kunnen ze gewoon maken. Oh, Koning Wappie zit ook in de chat. Koning Wappie, als je maar een insteek is waarschijnlijk van, ja, maar dan kunnen er allerlei mensen nepnieuws zeggen. En nepnieuws, dat is wel het vreselijkste voor de democratie. Want het idee is een beetje dat mensen zijn zo dom dat ze nepnieuws gewoon gelijk geloven. Ze kunnen niet zelf nadenken. En zo, dat is waarschijnlijk projectie in de zin dat, ja, wij, onze mensen die volgen blindelings wat er in het nieuws gezegd wordt. Dus iedereen zal dat wel doen. Dus kan je geen ander nieuws hebben dan ons nieuws.
onze kijk erop, want anders zouden mensen dat gaan volgen. Terwijl, ja, je zou ook kunnen zeggen van, laat mensen gewoon zelf nadenken over wat ze zien, wat ze lezen. Ja, JFT zegt nog al jaren is de staat verantwoordelijk voor de educatie van de bevolking. Nog steeds zijn de mensen niet in staat om zelf na te denken. Ja, duh. En moet er een extern ministerie komen, ja. Ja. Nee, de bedoeling is dat de mensen dan nog dommer worden. Ze willen gewoon niet dat de mensen nadenken. Daarom is er educatie. Ja, ik denk dat het inderdaad een soort race is. Ja. Als je kijkt voor de economie, is het zo dat de overheid werkt steeds meer barrières op. En de vrije markt die probeert steeds meer manieren te vinden om de zaak overeind te houden. Maar bij de onderwijs is het zo dat de propaganda wordt steeds dommer. En de overheid probeert de mensen ook steeds dommer te maken. Zodat ze het niet doorkrijgen dat ze worden gek gehouden worden. Maar, maar qua domheid is het een soort race naar de bodem. Ook zegt Koning Wappie, had er nog een commentaar. Die zegt, Facebook heeft een... Er was iets mis, in ieder geval was iets mis via Facebook. En dat schijnt nu weer goed te zijn. Ja, daar haperde iets, zie ik. Ja, als ik wel eens hoor, de generatie voor mij, dat die kreeg nog gewoon een Friedrich van Hayek op school, hè? Als ik de oude mensen spreek. En ook gewoon dat je ook filosofie op school kreeg over Aristoteles en Plato, noem maar op. Ja, heb ik ook nog gehad, ja. Maar het is ook zo, ik hoorde laatst nog iets, iemand die had een correspondentie van het huis van de afgevaardigden of zo, of het congres uit van 200 jaar geleden of zo. Als je hoort met wat voor eruditie die mensen spraken, wat voor denkwijze ze hadden. Nou is het natuurlijk ook wel, dat is overgebleven, er zullen ook wel dommige dingen gezegd zijn, die misschien wat minder bewaard zijn gebleven, maar... Als je kijkt wat voor niveau het nu zit, dat is echt idiocracy in action. Ja, maar ik bedoel, met de verkiezing van Trump. Trump was het in één keer over gedaan van dat het gewoon het dieptepunt was van democratie. Omdat hij op journalisten liep te schelden. Maar dan gingen mensen teruggraven in de geschiedenis. En dan zag je dat Washington dat deed, Adams dat deed, Jefferson dat deed. Al die mensen liepen te schelden op journalisten. Dat was toen kennelijk heel normaal. Liepen te schelden op elkaar. En grovere bewoordingen dan vandaag de dag gebeurt. Dus wat dat betreft... Ja, Lincoln die heeft gewoon journalisten die hem niet welgevallen waren in de gevangenis gegooid. Hè? Ja. Zo ging dat ook. Niet veel veranderd. Ja. Nee, en misschien dat op in die tijd wel harder ging. Maar ik sta er gewoon van te kijken van het taalgebruik en het niveau van denken van die tijd vergelijken bij nu is het gewoon van ja, je bent een racist. Je bent een fascist. En dan is het ook nog zo, dat is ook zo. We hadden het net over het paardenmiddel, dat dan opeens een paardenmiddel weer goed. Maar bijvoorbeeld ook het niet mogen trivialiseren van de Holocaust. Die Thierry Baudet bijvoorbeeld, die is veroordeeld voor het trivialiseren van de Holocaust, omdat die vergelijking maakte tussen de jaren 30 en maatregelen die er nu genomen werden. En dan zie je op andere gebieden worden gewoon met Hitler-vergelijkingen gesmeten dat het niet normaal meer is. En dan merk je ook dat het CIDI daar gewoon helemaal niks over zegt, want dat boeit ze absoluut niet. En het heeft een beetje een spanning begint het te krijgen bij de Oekraïne, want je zag die Zelensky die zei van ja, wat er bij ons gebeurt is eigenlijk vergelijkbaar met de Holocaust. En dat zei hij tegen de Knesset. En toen was er bij de Knesset wel iets van ja, we weten dat we helemaal achter jou moeten staan en zo. Dat is absoluut onvermijdelijk. Maar nu ga je toch een beetje te ver, dat kan je niet zeggen. En Lavrov die ging ook Lavrov die zei van ja, Hitler had toch ook Joods bloed. Dus met andere woorden van Zelensky, dat Zelensky een Jood is, dat zegt niet zoveel. En nou, daar zijn ze in Israël ook helemaal over in de royale gaan. Maar dat is natuurlijk weer een welgeoorloofde afkeuring. Dus dat wordt heel selectief ingezet, dat hele Hitler-vergelijking verhaal, of jaren 30-vergelijking verhaal. Ja, ik ze zijn ook geetachtig.
Ik had trouwens nog beloofd aan Ronald Bell. Die had in de. Ik had net vlak voor de uitzending zat ik met hem nog in de chat. Te reageren op een Oekraïne bericht. En ik zou het nog even melden in de uitzending. Maar het was. Hij meldde dat. Wat was het nou ook weer? Ja, hij kwam met een bericht aan dat Facebook. Die hoefde dan zeg maar. Over Azov. Die dat mochten ze allemaal vergoeilijken. En toen was. Ja, dat is ook inderdaad zo. Ja, en toen had ik nog gezegd van, dat is wel apart, want Facebook heeft een Joods groot aandeelhouder of zo. Maar het hele raar is dat inderdaad de hele tijd wordt je gezegd worden door mensen met Hitler vergeleken. Trump is literally Hitler bijvoorbeeld. En Thierry Baudet wordt ook de hele tijd voor fascist uitgemaakt. En dat is allemaal oké. En als er dan een keer echte fascisten zijn, dan sturen we er voor miljarden wapens naartoe. Ja. Dat is ook. Het is ongeloofwaardig. Dat is natuurlijk ook met Al-Qaeda gebeurd. Al-Qaeda is de grote vijand. En op een gegeven moment onder Obama kregen die ook weer een hele hoop wapens. Want ja, we hadden ze even nodig om tegen Assad te vechten. Want dat was nog een grotere schurk of zo, volgens. Het ging natuurlijk ook weer om een gaspijpleiding. Maar. Het is we have always been at war with Oceania. Dat kan gewoon van minuut tot minuut kan dat gewoon veranderen. En daar heb je niks over te zeggen. Je ziet dat koning Wappie heel veel aan het typen is in het chat. Koning Wappie, waarom kom je niet gewoon bij ons? Koning Wappie? Ja, kom gewoon even bij ons in het chat, joh. Hij heeft geen tijd om in de uitzending te zitten en typt zich helemaal suf. Ja, kom gewoon in de uitzending. Je weet onze Skype-invite, dus je bent welkom. Maar ik vind dat dan ook, ze zijn dan ook vergeetachtig, weet je wel. Van, bouwden eerst die avondklok niet, want ze vonden dat, dat was toch een connotatie met het nazi-verleden. Dat was toch een actie die Hitler had ondernomen en... Ah, men wou er niet aan. Dat zou misschien ook slecht voor een imago kunnen zijn. Mm-hmm. Dus zij maakte zelf continu die nazi-vergelijkingen in die Hitler-vergelijking. Totdat er wat heen en weer getelefoneerd werd. En die avondklok moest er toch maar komen. En als je nou een vergelijking maakt, dan heb je het gedaan. Terwijl ze zijn er gewoon zelf mee begonnen. Dat zijn ze alleen vergeten. Je mag wel een vergelijking maken, maar alleen mag je bepaalde personen vergelijken. Dan is het allemaal oké, dat is niet trivialiseren. Maar als je bij andere personen vergelijkt, die er naar mijn mening meer mee overeenkomen, dan is het opeens helemaal een brug te ver. En dan zie je ook, het CIDI is gewoon een laffe organisatie die dan gewoon meeloopt, meehuilt met de wolf in het bos. Wat als je eigenlijk ooit nog fascisme wil tegenhouden, als dat je doelstelling is, dan moet je gewoon moedig zijn. Je moet tegen de stroom inroeien. Want dat was natuurlijk het hele probleem. Dat er niemand tegen de stroom meer inroeide. Dat is gewoon vergelijkbaar met net iets als Amnesty International. Dat zijn subsidiehoeren. Ja, dat kun je allemaal niet meer serieus nemen. Amnesty International die ging natuurlijk ook aanklagen. Die hadden ook Thierry Baudet aangeklaagd of zo. Of een advocaat of zo. Ja, vanwege het gebruik van de beeldenis of zo. Van Amnesty International. Dus dan weten hun advocaten opeens weten het zwaard te vinden om te gaan slaan. Terwijl als ze... Iemand moet er verdedigen die, hij heeft trouwens nooit een Holocaust vergelijking gemaakt. Nee, klopt. Nog een keer. King Hong zegt nog, ze hadden bij Pauw een filmpje gemaakt dat een beetje leek op de productie van Mark Dice. Ze gingen de straat om te vragen wat de Holocaust was. Oh. De jongeren wisten het niet wat het was. Dat verbaast mij ook niet echt, moet ik zeggen. Maar om dan Godwin erin te gooien, inflatie. Adolf Hitler zag dat als een wapen, hè? Google maar even naar Operation Bernhard. Ik had het laatst nog in onze chat gegooid. Prins Bernhard? Nee, Operation Bernhard. Ik had het laatst nog in de groepschat gegooid. Operation Bernhard. Ja, we hebben het gehoord. Ja. Dat was, toen was er een plan van de nazi's. Die wilden letterlijk Engeland bombarderen met vervalste ponden. Oh, maar dat soort dingen zijn wel vaker gedaan in oorlogen, inderdaad. Dat gewoon het geld van de tegenstander vervalsen. Ja.
Op het laatste moment hebben ze het veranderd, want dan hadden ze toch zoiets van, ja, oké, dan gaat de centrale bank reageren en, en die gaan dan allemaal biljetten vernietigen, dus laten we het toch maar niet doen. Maar ze hadden natuurlijk gezien wat, ja. Wat er gebeurde met de hyperinflatie in Weimar Duitsland. Dat dat inderdaad is gewoon een destructieve kracht van je wil. Maar die vervalste biljetten zijn er wel gekomen. En die hebben ze toen gebruikt. Spionnen hebben dat gebruikt om mensen om te kopen met miljoenen. Mm. En ze dachten ook van, we kunnen ook waardevolle spullen kopen in Engeland. En dat via een omweg naar Duitsland verschepen. En op die manier komt er weer vervalste miljoenen in omloop in Engeland. Mm. En hebben wij weer waardevolle spullen die we door willen kunnen verkopen om onze kas weer te spekken. Dus dat hebben ze toen gedaan. Dat was toen het plan. En ze hebben bijvoorbeeld Mussolini is ook de eerste keer dat Mussolini gevangen genomen was, is die dus vrijgekocht eigenlijk, indirect. Ze hebben informatie over zijn verblijfplaats gekocht met die vervalste ponden. Oké. Ja. En ze hebben hem toch bevrijd, geloof ik, hè? Ja, en toen bevrijd. Met een op een hele ja, die gast die daar leiding aan gaf, dat was weer een... die was toch trouwens een rolmodel voor de latere James Bond films. Als de evil guy met de scarf on the face, zeg maar. Die had letterlijk een scarf on the face ook. En die had een Operation Spider, was dat dan. En die heeft toen heel veel nazi's na de oorlog naar Argentinië verhuisd. Via zijn import. Die maken weer die wijn voor jou die je nu drinkt. Zo is het Nee, dat ook weer niet. Oh. Nee, die is later voor de Mossad gaan werken. Dat is een nazi, spion, die voor de Mossad is gaan werken. Ja. Maar goed, ja, ik heb even zijn naam niet uit mijn hoofd. Maar die heeft ook heel veel gebruik gemaakt van de miljoenen trouwens, die bijgedrukt waren. Ja. Maar ja, in ieder geval, ja, goed, we zijn weer bij de nazi's terechtgekomen. Ik hoor wat op de achtergrond. Dat is, dat zal van jou zijn, denk ik, hè? Nee, ik kom niet in beeld. Geen zin vandaag. Nee? Uitzending? Nee. Deze weer. Grote stil. Ja. Maar het volgende bericht. Ja, ja. Volgende bericht. Ik ga even een cookie-melding wegklikken. Misschien moet ik het beeldscherm even wat dichterbij brengen. Dan hoef ik het allemaal niet zo te vergroten. Oh ja, we hadden hier nog een fact-checker. Post. Ja, hier kunnen we champagnefles over opentrekken. Berichten die op een misleidende manier. De zaak van Ghislaine Maxwell vergelijken met die van Johnny Depp. Ja, oh ja, de browser. Ja, de kritiek was, hey, Johnny Depp kan gelivestreamd worden en Ghislaine Maxwell, daar zie je alleen maar een tekeningetje van of zo. Ja. Impressie. Waar zit het verschil in? Mm-hmm. En wat zegt de factcheck daar dan over? Die geeft waarschijnlijk een ander. Ja. Ik heb geen idee, ik heb het niet eens gelezen, maar ja, je kan het wel raden. Jij had me gepost. Ja, ik had het zoiets, ik zag het voorbij komen, ik kreeg het onder de kritiek is, the same system that kept you in the dark about Ghislaine Maxwell and her client list doesn't mind livestream Johnny Depp's trial. Maar het is een feit dat Johnny Depp's trial gelivestreamd wordt en het is een feit dat Ghislaine Maxwell niet getoond wordt. Ja. That this erroneous comparison was also made on Facebook here, as well as Instagram, Twitter, blah, 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 blah. The rules on filming differ. It is prohibited except in certain circumstances in federal proceedings, while judges have broad discretion to either allow or bar it at state level in Virginia. Yeah. Dus ze zeggen eigenlijk, ja, de rechter mag dat beslissen of hij het wel of niet livestreamt of zo. Livestreamen. Maar ja, dan blijft de zaak gewoon overeind staan nog. Ja, dan nog. Ik denk dat zelfs als diezelfde regels zouden gelden voor Johnny Depp, dan hadden ze wel toch een manier gevonden om dat te livestreamen, weet je wel. En, maar de regels zijn eigenlijk dat de rechter gewoon vrijheid heeft om te beslissen of hij dat doet. En de rechter beslist in die ene zaak dit en de andere zaak beslist hij dat. Ja, dat is toch terecht dan die meme dat hij erop wijst. Ja, dat het systeem de zaken anders benadert, lijkt mij. Ja, ja, ja.
Ja, gewoon meer een neuk, weet je wel. Ja, maar meestal hebben ze dan wel iets van dat ze de beschuldiging veranderen. Dus dat ze niet zeggen wat de echt feitelijke beschuldiging was en dat ze die onderuit gaan halen. Ze gaan er ze veranderen de zaak. En dan maken ze er bijvoorbeeld van, de meme zegt dat de rechter verplicht is de Maxwell case anders te handelen dan de Depp case. En fact-check vals, want de rechter heeft totale vrijheid om te beslissen wat hij doet, in beide gevallen. Zoiets zouden ze kunnen doen. Ja. Ja, joh, ze zijn gewoon niet uit hun duim. Dat is gewoon, mierenneuken, weet je wel. Ja, mierenneuken vind ik dan weer een zwak kreet. Het is geen mierenneuken, dit is propaganda. Ze gaan het niet deze meme onderuit halen. Ja, want die meme die probeert mensen wakker te schudden. Die meme probeert mensen wakker te schudden dat er rechtsongelijkheid is. En zij proberen dat te fact-check vals en ze proberen niet te mierenneuken. Hun doel is niet mierenneuken. Oh. Ik heb al behoorlijk wat factcheckers gehad. Die ene, daarvan zou je nog kunnen zeggen: Biden shakes hands with 18 million supporters. En dan zie je hem in het luchtledige een hand schudden. Mm-hmm. Ah, oké. Dat is nou. Factcheck vol. Trouwens, ook eens een keer een videootje van Biden zonder tekst erbij post. Gewoon een YouTube-filmpje waar hij. We hebben de grootste voter frauders machine ooit achter ons staan. Maar ik had er verder geen commentaar bij gegeven. Ik had gewoon dat videootje waar hij dat zei. Had ik gewoon geplaatst. Hij was het gewoon. De factsiders zeiden ontbrekende context. Ja, dat is een hele makkelijke. Maar het tegenovergestelde doen ze het niet. Hè? Dus zie je al gewoon als jij gewoon post, is. Als jij post een bericht van Fauci zegt dat als je het vaccin neemt kan je niet meer ziek worden en niet meer anderen besmetten, dan krijg je niet fact-check vals, krijg je dan niet een label eroverheen. Deze informatie is incorrect. Ja. Nee, dat doen ze niet. En als Trump zo'n fout maakt of zo, dan niet. Dan maken ze ook niet zo'n fact-check als iemand daar een grap over maakt. Nee. Stel je eens voor dat Trump dat echt gezegd had, hè, dat die, wat Biden zei, van ik heb de grootste fraude, botersfraude machine achter me staan die er ooit in de wereld geweest is. It's really great, it's great. Dan hadden we het allemaal wel geweten hoor, denk ik. En dan was het niet out of context of zo, En als je niet weet of je op mij moet stemmen, dan ben je niet zwart. Trump had gezegd. Ja. Of Harry Legs en Kiss on My Lap. Maar judge, hier, even kijken hoor. Again upholds Glenn Maxwell sex trafficking conviction. Ja, wat toch over Glenn Maxwell. Die denkt, nou, dan kan dit er ook wel even bij. Even een update. Jij hebt nog een post, geloof ik, over deze. Ja, ik denk dat misschien jij een beetje op de hoogte. Maar je hebt ook niet gelezen? Ja, ik denk van, dit kwam even voorbij. En ik denk, nou ja, goed. Ik heb deze serieus niet gelezen. Lees jij het dan niet? Nee, ik heb deze serieus ook niet gelezen. Ik denk, klemt het maar vol. En het is een update over de zaak. En dan zitten wij gewoon helemaal in het luchtledig. Volgende bericht. Als er geen... Ik heb serieus niet gelezen, nee, maar wat... Wil jij dat Peter het voorleest? Nee, gewoon... ik ga niet voorlezen. Nee, maar ik bedoel, dat is over. Wat jij wil. Als mensen het willen weten, kun je op de link klikken. Als dit mensen is willen... Vrijheid Radio. Wij posten links en dan gaan we de link behandelen en dan heeft niemand het gelezen. En dan zeggen we, als je wil, kun je op de link klikken. Ja. En het zelf lezen. Maar wij vonden het niet interessant genoeg om te lezen. Ja, het komt erop neer dat ze gewoon opnieuw veroordeeld is of zo. Toch of niet? Laat maar zitten dan. Als het, als het,
als het... jij volgt het ook niet. Ja. Of... Nee, ik ga niet. Stel voor dat berichten die niet gelezen worden, degene die ze worden geplaatst, dat we dan gewoon naar het volgende bericht gaan. Het is half elf geweest. We moeten nog door 10 berichten heen. Nou, op een gegeven moment zal ze toch gewoon opgehangen worden. En het is pas echt nieuws met Ghislaine Maxwell als inderdaad haar klantenkring een keertje daar de schijnwerpers op gericht worden, ja. Het lijkt me heerlijk voor hun dat ze alleen haar voordelen en that's it. Ja, net als die Sjoerd van Linden. Nee. Er was even een flirt tussen Elon Musk en AOC. Misschien gaat het nog wat worden tussen die twee. AOC had gezegd om vreselijke miljardairs die social media controleren. Dat is ook weer zoiets, hè. Op het moment dat Twitter allemaal conservatieven eraf gooit, dan is het van, ja, het is een privaat bedrijf, die kunnen doen wat ze willen, hun huis, hun regels. En dan neemt Musk het over en dan, oh mijn god, de wereld is te klein, dit kan niet. En een miljardair die de social media controleert. En al die media worden door miljardairs gecontroleerd. Alleen als hun miljardair zijn, dat is geen probleem. Mm-hmm. Ik had ook zo'n linksextremistische Antifa-kennis uit Duitsland. Daar kijk ik af en toe wel eens naar, om te weten hoe de andere partij erover denkt. En die had dan ook weer gelijk en wat je allemaal niet had kunnen doen voor... Wat was het? 54 miljard? Ik weet niet. Ja. Ten eerste, die 54 miljard is helemaal niet weg. Die heeft hij gegeven aan die lui die dan allemaal dingen kunnen... Ja, wat hij dan fijn vindt is dat mensen er windmolens van kopen. Nee, dat zijn gewoon zijn aandelen die als onderpand... zijn Tesla-aandelen, die zijn als onderpand. Maar hij heeft ze gekocht of van iemand? Nee, dat zijn van zijn bedrijf. Het bedrijf is zoveel meer in waarde gestegen. En die aandelen gebruikt dus onderpand voor Twitter. Als de Twitter aankomt. Oké. Ja, maar dan nog. Ja. Dan er is nog steeds een waarde ergens. Ja. Nog steeds een verschuiving. Ja, maar als je zou verkopen. Ja, goed. Dan gaat er heel veel belasting vanaf. Mm. Hij zegt of hij moet waarschijnlijk over een paar jaar weer naar de beurs toe gaat brengen. Ja. Maar goed. En ergens is het ook wel een beetje eng. Want dan het is ook een beetje een soort van... Dat mensen ze gewoon allemaal maar kunnen doen wat ze willen met hun eigen geld. Dat is toch ook wel heel erg zo. Weet je wel? Wat ook grappig is, dan wordt er gezegd van... ik las zo de tweet van iemand die zei... hij had die 45 miljard, had hij ook world hunger kunnen oplossen. Nou is dat, nee, helemaal is dat niet op te lossen om te beginnen. Omdat je kan geld niet eten. Dus, en er komt niet meer voedsel opeens uit de lucht vallen als je 45 miljard... jij kan als je 45 miljard aan eten gaat uitgeven, heb jij wel meer te eten. Maar het is niet zo dat je met 45 miljard meer eten kan kopen als er niet meer eten is. Dan gaat de prijs gewoon omhoog voor hetzelfde eten. Maar iemand merkt ook op van ja, maar nou als hij voor 45 miljard Twitter koopt, dan geeft hij die 45 miljard aan die Twitter, oude Twitter-eigenaren. Dus dan kan je net zo goed, kan je naar die... nieuwe, naar die vorige eigenaars gaan, die nu 45 miljard in handen hebben. Dat is precies wat ik zeg. Hey, zei jij dat? Oh, misschien was jij het wel. Ja, dat is precies wat ik zeg. Dus dan kunnen die dan al die linkse hobby's gaan uitvoeren, waar jij van zo vindt dat allemaal zoveel meer waarde is. Nee, dat is precies. Ja, dat is ook zo. Als bijvoorbeeld iemand een groot jacht heeft, hoor, ja, dat is vreselijk. Geldverspilling aan dat jacht. Die meneer moet dat jacht verkopen en dat geld aan de arme regel of zo. En dan krijg je natuurlijk altijd dat hij verkoopt het aan iemand anders. En die heeft dan het jacht. Dan moet je daarna weer naar die verhuur toe gaan en zeggen... Ja, schandalig dat jij een jacht hebt. Je moet het verkopen. Ja, maar als niemand meer een jacht koopt... Dan zijn al die mensen die een brood verdienen... En de gezinnen die daarvan leven van het bouwen van jachten... Die zijn allemaal werkloos. Ja, die zitten toch allemaal in Friesland. Die zijn dan arm. Jongens, hij heeft toch Twitter aandelen gekocht. En we weten van wie het gekocht heeft. Groot gedeelte was van Vanguard... En van een of andere Arabische prins. Die hebben nou al die doekoe. Ja, dus die kunnen nu de armen gaan helpen. Ja, dus nee, dat al die linkse activisten moeten nou naar Vanguard gaan. En naar Saudi-Arabië. Ik stel voor Saudi-Arabië dan. Naar Saudi-Arabië toch. Ja, ga daar vooral naartoe. En Vanguard, daar mag je ook naartoe gaan. Good luck with that.
Ga daar in de hal liggen, actie voeren. Maar ja, dit bericht gaat erover dat AOC die zat een beetje Twitter of Musk af te geven. En Musk die reageerde iets van: stop hitting on me, I'm a shy boy of zoiets. Ja. Vanguard en BlackRock die hebben toch de halve wereld, zo'n beetje. Ja, BlackRock. Nog veel aandelen, ja. Maar het was ook een reactie op dat Cortez had ooit tegen zo'n republikein gezegd dat he just wanted to date her. Dat was een beetje een throwback naar die uitspraken van Musk. Zij een beetje meisjesplagen, kusjesvragen. Daar alles komt daar een beetje op terug, gewoon bij haar. Nou, iemand had kritiek op haar en toen had zij gezegd van ja, hij wil gewoon een date met haar hebben. Zeg maar. Dat was haar reactie. Dat is natuurlijk helemaal geen goed argument, tegenargument. En daarom zei Musk, nou stop hitting on me, I'm really shy. En dus dat is ook dat is een beetje zo'n gelijkwaardige reactie, zeg maar. Nou, grappig. Ze had nog een keer gereageerd, maar snel gedelete. Heel geïnteresseerd wat dat dan was. Ja, inderdaad, ja. Geen screenshots van beschikbaar. Hij is wel gek. Die Musk die was eerst toch een beetje een held van links met zijn elektrische autootjes. Die was toch de planeet aan het redden. Ja, maar hij heeft het zelf ook al aangegeven in een tweet, hè, van ik zat eerst een beetje in het midden, meer aan de linkerkant. Ja. Maar links ging heel erg opschuiven naar nog erger links. En nu zit ik dus bij rechts, terwijl ik eigenlijk gewoon hetzelfde ben gebleven. Ja. Dus jullie zijn heel erg opgeschoven naar links, waardoor ik... Ik heb het idee dat hij ook een beetje opgeschoven is wel. Want het is net als die Bill Maher. Het links is zo gek geworden dat je op een gegeven moment denkt van waar zit ik nou mee in een schuitje? Mm-hmm. Dit voelt heel oncomfortabel aan, dit schuitje. Ja. En ik zag laatst ook een post voorbij komen dat Musk goes nuclear of zo. Even kijken of ik het nog kan vinden. Ik heb maar ik denk 20 jaar geleden, zijn PayPal-tijd. Toen kwam ik zelf net een beetje in aanraking met libertarisme. En dat iemand een keer zei. Die zei toen ook van ja. Die noemde een rijtje bekende libertariërs op. En die noemde dus ook nog Elon Musk, die toen nog van PayPal was, weet je wel. Dus die werd toen al libertariër genoemd. Hier staat hier bijvoorbeeld, zei hij, the new minister of truth is such a nice, neutral, unbiased person. En dan staat er een aantal quotes eronder van waar het duidelijk blijkt dat dat niet zo is. En dan Elon Musk reageert, all's well that's or well. En, en nog een andere, op Greenwald, die reageerde ook op die, ook, ik weet niet of het hierop was, maar toen had hij daar ook op gereageerd. Was het nou van over die NBC? NBC noemde eigenlijk alle Republicans nazi's. En dat is ook weer zo'n geval, dat mag dus gewoon. Je mag iemand nazi's, dat is niet, CD komt niet in actie hierbij. Nee. Want het is NBC. En die roept alle Republicans nazi's, dus dat is oké. En toen reageerde hij, same organization that covered up the Hunter Biden laptop story, had Harvey Weinstein story early and killed it, and built Matt Lauer his rape office. Ja, dus het is wel, als je dat soort dingen zegt, dan heb je het wel een beetje gehad met die linkse hypocrisie, denk ik. Ondanks dat je een milieufiguur bent. En wat hij volgens mij ook niet echt is, want die raketten die zijn niet echt milieuvriendelijk. Nou, aan de andere kant denk ik ook, dat kan ook weer dat... De hele tijd te eten. Echt? Ja. We hebben een uitzending van 3 uur. 3 uur zit die grillworst met kaas in de mond. Ik heb hier nog een worst. Ik heb hier nog een worst. Nog een backup worst ook nog. Ja, ik ben nog niet klaar. Maar wat ik een beetje aan zit te denken. Dat is ik noem het zelf een beetje, in mijn eigen bewoording noem ik het verweesde links.
Dus links is heel erg opgeschoven naar nog linkser. En je hebt dan die traditionele linkse mensen. Die, ja, die gewoon... Nanki. Of nee, hoe heet die? Bernie Sanders. Ja, 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 maar Bernie Sanders die oude, is ook... oude mannen zonder haar, die... ja, die zijn nou, die hadden, kringetje achterban. Haar hebben zo. En ja, dan... die hebben een achterban. Die zouden vroeger op Bernie Sanders gestemd hebben. Maar dat trappen ze nu ook niet meer in. Want die hebben ook die gast, ja, die heeft bij hun ook verloren. En die, je hebt dus zo mensen die daar... ja, ik noem bijvoorbeeld Jimmy Dore. Die ken je wel, Jimmy Dore, die komiek. Ja. Heeft nou een hele populaire podcast. En die is een beetje zo'n gast die grosseert daar nou in. Die heeft een hele flinke achterban inmiddels opgebouwd. Dus die zou misschien ooit de politiek in kunnen gaan als hij dat zou willen. Een gast die eigenlijk zijn broeder in de strijd is eigenlijk Joe Rogan. Want die is eigenlijk gewoon links. Maar ja, hij klinkt nou libertarisch, maar hij is feitelijk gewoon diep in zijn hart is gewoon links. En je hebt meer van die gasten die nu heel erg vocaal zijn. En ik denk Elon Musk daar ook een beetje in die hoek zit. Dus wij denken nu, hij is een libertariër. Nee. Want dat heeft hij zelf ook al aangegeven. Hij heeft bepaalde uitspraken gedaan, waardoor je kan weten dat hij niet echt een libertariër is. Want hij is helemaal niet hardcore in van het afschaffen van de overheid of het afschaffen van de staat. Nee, hij zei ook ergens iets, zo'n opmerking van, ja, natuurlijk blijf ik binnen de wet met vrije speech bij dingen, Twitter. Ja. Want als mensen vrijheid van meningsuiting wilden, dan zouden ze daar wel voor stemmen. En als ze daar niet voor stemmen, dan willen ze dat dus kennelijk niet. Dat is ook zo, dat is alsof wetten tot stand komen doordat een hele hoop mensen dat willen. Nou, dat is ook een uitspraak, een fragment dat iemand hem echt op de man vraagt van, ben je een libertariër? Dat zegt, no, I'm not a libertarian like that. En dan gaat hij zich helemaal zeggen, I'm a little, ik kom er neer op van, ik ben een beetje, maar niet helemaal of zo, weet je wel. Ja. Dat zegt hij dan in dat als antwoord. Zo'n fragment circuleert ook op YouTube ergens.